Hey, welkom Paul. Bedankt. Ik ben benieuwd naar vandaag, want de reden waarom ik aan jou dacht om jou uit te nodigen is omdat ik ooit een college van jou gevolgd heb of een lezing of iets dergelijks. Ja, ja. En daarom zei je in principe dat, wat mij triggerde was dat je zei, yoga dat is eigenlijk vrouwengymnastiek uitgevonden in Scandinavië in 1920 of zo, toch? Ja, klopt. En dat triggerde mij omdat ik wel yoga doe en ik dacht dat ik een oude, een of andere kunstvorm aan het doen was die duizend jaren overgeleverd was. Dan dacht ik, oh shit. Het ligt even anders. Ja. Daarom dacht ik van, nou, dit is echt leuk om te horen hoe het nou precies zit. Want wij hebben echt een heel romantisch beeld van hindoeïsme en boeddhisme. Maar het blijkt niet helemaal te kloppen, volgens jou. Ja, dat het niet klopt, dat klopt. Ja, ja. Ja, ons beeld van de Aziatische religies, hindoeïsme en boeddhisme, is heel erg gevormd aan het eind van de 19e eeuw. Dan moet je eens bedenken, de koloniale mogendheden waren aanwezig in Azië. Bij yoga denk je dan meteen natuurlijk het meeste aan Engeland, dat in India zat. En de koloniale processen liepen. De producten werden naar Europa vervoerd, et cetera. De plantages waren er. En toen kwam er eigenlijk een nieuwe generatie kolonialen die belangstelling had voor de culturen daar. En daar is men toen heel erg veel onderzoek naar gaan doen. Maar tegelijkertijd, elders in de wereld, zoals bijvoorbeeld in Amerika, daar de burgeroorlog was voorbij. Ook daar begon er meer rust te komen onder de witneuzen, de kolonisten. Maar die merkten dat er... Ik noem dat de witneuzen om het verschil aan te geven. Ja, god, die termen zijn zo gevoelig tegenwoordig. Ik heb die term jaren geleden ooit van een studiegenote opgepikt. Ik vind het een mooie term om onszelf aan te duiden. Witneuzen, de witneuzen. Cool. Ja, dan krijg je meteen... Ik bedoel, als we dan toch bezig zijn met nare termen over mensen. Hè, vroeger werden de Amerikaanse Indianen werden de roodhuiden genoemd. In Kuifje kom je dat nog tegen. Redskins. Nou, voor Afrikanen allerlei termen die gebruikt werden. Het is ook steeds moeilijker om hoe je over een groep moet spreken. Maar goed, de term witneus die gebruik ik voor ourselves. Ja. Hè? Dat zijn gewoon de witneus. Dat is gewoon een term, daar is nog geen enkel protest tegen. Dus voorlopig ben ik een witneus. Dus niet witneus en Pim, maar gewoon witneus. Nou goed, de witneus in Amerika hadden een behoefte aan spirituele verdieping. Maar alle heilige plekken lagen in de oude wereld. Die lagen in Europa en voor Azië. Er waren natuurlijk wel de Indiaanse heilige plekken. Maar ja, de Indianen waren uitgemoord. Hè. De Native Americans waren uitgemoord, werden niet serieus genomen. Er werd zelfs betwijfeld of het mensen waren, hè, wat bij veel volkeren gebeurde. En kwam die vraag naar spiritualiteit, of die vraag naar spiritualiteit naar boven vanwege het afbrokkelen van het christendom? Niet eens zozeer. Mensen, dat speelt wel, maar in die tijd was het christendom nog sterk aanwezig. Hoor. Maar gewoon de behoefte aan heilige plekken. En die ontbrak nog. De behoefte aan heilige plekken. Je wilt pelgrimages ondernemen, want dat kende men uit Europa. Je wilt naar Rome, naar Jeruzalem, dat soort plekken ontbraken. Nou, wat toen in Amerika gebeurde, was dat men die heilige plekken in feite in de mens zelf ging zoeken. Dus de reis naar buiten is de reis naar binnen. Hetgeen natuurlijk een heel oud principe is, wat je in heel veel spirituele tradities tegenkomt. Ga je op pelgrimage, dat zie je nu nog steeds. Als mensen naar Santiago gaan, fietsend of lopend of hoe dan ook, en je vraagt ze, wat ben je nou tegengekomen? Dan zeggen ze heel vaak, ik ben met name mezelf tegengekomen. Dat hoor je ze allemaal zeggen. Heel massaal gebeurt dat. Nou, dat hadden deze mensen in Amerika ook. Zo van, de spirituele tocht moest ook in jezelf te vinden zijn. Dus men ging zich concentreren op allerlei spirituele processen binnen de mens. Helderziendheid, heldervoelendheid, intuïtie, contact met doden, al dat soort zaken meer. Toen is in 1875... in Amerika de Theosofische Gemeenschap, het Theosofisch Genootschap opgericht. Door Blavatsky, Helena Blavatsky, Henry Olcott en William Judge. En die zijn eigenlijk een beweging begonnen. Die wilden eigenlijk in alle verschillende tradities, in alle spirituele tradities, religies, et cetera, een zekere kern vinden die overeen zou komen overal. Nou goed, daar komen dingen uit voort als het tafeldansen, de helderziendheid, al dat soort zaken meer. Dat was er op zich wel, maar het is door die mensen heel erg uitgebouwd. Nou, deze mensen, dus Blavatsky en Olcott, zijn op een gegeven moment naar Azië vertrokken, omdat ze horen dat in 1872 een grote discussie had plaatsgevonden op Sri Lanka. En tussen bekeerde Singalezen, tot christendom bekeerd, en boeddhistische Singalezen,
Singalezen is een van de grote bevolkingsgroepen daar. En beide groeperingen vonden dat ze gelijk hadden. Maar Blavatsky en Olcott waren heel erg geschrokken. Want zij vonden dat het oude gedachtgoed van de mens, wat ze vaak het Arische gedachtegoed noemden, dan valt die term Arisch, die de naties later gebruikten ook, afgeleid van de Sanskriet term Aria, hetgeen op zich edel of voornaam betekent, verwant aan ons woordje eerlijk. Maar goed, zij waren dus bang dat het originele gedachtegoed van Azië aangetast zou worden door verderfelijk christendom, gemissionerend christendom. Ze zijn naar Azië toe en ze hebben daar met name contact gezocht met hervormingsbewegingen uit die tijd. Dus met bewegingen in Azië zelf, die vaak al westers beïnvloed waren, maar daarmee terug wilden naar een zekere basis. Mm. Een basis van hindoeïsme en boeddhisme. Dus met name Olcott is heel veel in contact geweest met monniken op Sri Lanka, maar dat waren op zich al hervormende monniken. Die waren al bezig met de hervorming. En die waren de oude tradities aan het hervormen, om meer in lijn te zijn met christendom. Ja, om concurrentie aan te gaan. Om te zeggen, van, hoor eens, wat jullie christenen kunnen, dat kunnen wij ook. Mm. Wij kunnen ook bekeren mensen tot onze religie. Want op dat moment waren de missionarissen in Christenen, maar die waren heel succesvol. Die waren succesvol. Ja, die waren eigenlijk succesvol. Mm. En wat heel bijzonder was, was dat er nu opeens twee witneuzen kwamen met aanzien, Blavatsky en Olcott, die de religies van Azië niet afwijzen en ze niet wilden bekeren tot het christendom, maar ze juist heel serieus namen. Mm. Serieuzer dan het christendom. Mm. Hè, Blavatsky zei altijd, er is wel serieus christendom, het esoterisch christendom. En dat is de verborgen boodschap die in het uiterlijk van het christendom ligt. Als je diep doorgaat, dan kom je die verborgen boodschap tegen. Ja. Maar jouw vraag ging over de yoga, hè? Want ik moet dit allemaal vertellen. Om tot die yoga te komen. Het is super interessant, dus dat is goed om te weten. Hè? Maar dus hoe komt deze yoga er nou in? Hè? Kijk, die yoga, in het Sanskriet noem je trouwens yoga, die G spreek je uit als een ga, niet als een. En in het Hindi is het zoals joke, hè? Ja. Dat hoor je Hindoestani hier ook zeggen. De yoga heeft oude wortels. Er zijn daadwerkelijk oude wortels. Mm. Hè, onder de sadhus, de heilige mannen van India, met het vervlochten haar en het wilde uiterlijk. Daar bestonden deze oefeningen. Maar die waren bepaald niet mainstream in de samenleving. Absoluut niet. Maar wat nou heel erg speelde, was dat er dus enerzijds opeens een beweging kwam uit Europa en uit Amerika, die zei van, dat die spiritualiteit van Azië moeten we serieus nemen. Dus dat was een impuls. Mm-hmm. En dat was die theosofische? Dat was die theosofische groep. En tegelijkertijd was er ook onder de Engelsen de houding dat Indiërs maar zwak waren en pervers en niet in staat tot manhaftigheid. En het waren geen vechters, alleen maar geïnteresseerd in seks, eten en mooie kleren en zo. Dus die hadden geen positief mannelijk beeld van de Indiërs. Nou, er waren dus bewegingen die zeiden, dat hebben we wel. Ja, onder andere het Hof van Mysore speelde een grote rol. En ook zeer opmerkelijk is dat de Engelsen blijkbaar geen oog hadden voor de zogeheten Naga Sadhus, dat waren vechtende asceten. Die waren er wel degelijk, maar die zagen ze blijkbaar niet. En de Marathas, daar hebben ze zware veldslagen in moeten leveren, die waren er wel. Nou, die konden aardig tekeer gaan. Dus wat nu eigenlijk allemaal samenkwam, was de gedachte dat je de spiritualiteit in je kon vinden, die heel erg uit het Westen afkomstig was, met die martiale traditie, die wel degelijk bleek te bestaan. En het Hof van Mysore, dat is een van de steden in Zuid-Indië, daar die Maharaja had zoiets van, er moet een soort leger komen tegen die koloniale bezetting. En we moeten daarvoor onze mensen trainen met thuistrainingen. Hmm. En daar zijn al die oefeningen voor gecultiveerd. Daar kwam bij dat er ook nog de tradities van de worstelaars van Varanasi, en die doen de meest wilde oefeningen. Hmm. Dus dat kwam allemaal samen. Enerzijds die spiritualiteit van binnen, de houdingen, de krachttrainingen die je thuis kon doen, de vechttraditie, de worsteltraditie van Varanasi. En daar kwam dus bij nog iets anders. Eind 19e eeuw ontstond er in Europa een behoorlijke körpercultuur. Een cultuur van het lichaam fors onderhouden. Men gaat dan ook vegetarisch eten. Juist alle dingen die nu bij linkse politiek thuis horen, zaten toen heel vaak in hele rechtse hoek. Mensen vergeten heel vaak, Hitler was vegetariër. Eva Braun was een groot yoga-beoefenaar. Dus dat vergeten we heel makkelijk. Maar Hoe is dat dan gebeurd, toenertijd, Heimins Reich, et cetera, had allemaal te maken met greening van de omgeving. Een prachtige omgeving hebben, allemaal heel natuurlijk. Heel veel natuurgeneeswijzen zijn ontstaan eind 19e eeuw. En onder andere heel erg gecultiveerd
door wat later de nazi's werden. Hmm. Dat verwacht je niet, hè? Maar het is wel zo gegaan. Nu zit het milieubeleid juist heel erg in de linkse hoek. Ja. Toen dat heel erg in de rechtse hoek. Dus dat is heel opmerkelijk. Heb je een idee hoe dat gekomen is? Hoe ja, dat is een heel langlopende proces. Maar ik maak eerst even het verhaal af van, de, van hoe die yoga nou daar binnen zat. Nou, in Scandinavië woonden mensen ver van elkaar. En daar bestonden correspondentiecursussen om, om thuis dit soort lichamelijke oefeningen te kunnen doen. Nou, daar is voor een heel groot deel, daar kwam dus een Aziatisch sausje bij. Daar is de yoga uit ontstaan, de yoga zoals we die nu kennen. Komt nog bij dat Vivekananda, een groot Aziatische Indiaanse denker, naar Amerika is geweest, op het Wereldparlement van Religies heeft gesproken, Chicago. Daar heeft hij Blavatsky ontmoet. Ja. En vanaf die tijd is Blavatsky in haar werken Sanskriet-termen gaan gebruiken. En Vivekananda ging psychologische termen gebruiken. Dus een enorme kruisbestuiving eind 19e eeuw. Ja, dat bij elkaar, körpercultuur, de Indiaanse traditie van spiritualiteit en belichaming, embodiment, greening, dus oog hebben voor milieu, et cetera, natuurgeneeswijze. Dat heeft de yoga opgeleverd zoals we die nu kennen. Je kunt dus zeggen, het is een nieuwe ontwikkeling met oude wortels. Mm-hmm. Want het is wel degelijk een oud lijntje, maar niet zo mainstream als nu wordt gedacht. En er zijn inderdaad zegeltjes gevonden van de Indus-cultuur. Dan moet je denken aan 2500 voor Christus. Dingetjes zijn zo groot. En er is er eentje, of een paar zijn er gevonden, waarop een zittende man staat met een erectie en horens. Ja. Zie je wel, zegt iedereen, toen deed men al yoga. Ja, het is alleen maar een zittende persoon met een erectie. Ik vind dat niet echt een heel sterk bewijs voor het feit dat men aan de Indische cultuur aan yoga deed. Maar voor de gelovigen is dat zonder meer waar. En zijn er nog andere bewijzen om aan te nemen dat in die tijd ook in de Indische cultuur ook yoga gedaan werd? Nee. Of is dat het enige? Het is de enige. En het is helemaal geen bewijs, gewoon een zittende man. Ja. Dus het is helemaal geen bewijs. Kijk, dat mensen altijd oude concentratieoefeningen hebben gedaan, dat belichaming daar een grote rol bij speelt, dat tref je in heel veel culturen aan. Het christendom is natuurlijk een religie die waarbij het lichaam een relatief kleine rol speelt. Binnen de eredienst speelt, je hebt de liturgische handelingen, het opheffen van de kerk en zo, in de katholieke mis, maar voor de rest is dat nogal een religie van het hoofd. In de mystiek ligt dat anders. En in de middeleeuwen was dat ook anders met mysteriespelen, et cetera. Maar met name de laatste eeuwen is het ook binnen het katholicisme, zeker in Nederland, echt een religie van het hoofd geworden. Zei dat je die behoefte om terug te gaan naar de mystiek van het hart, om het zo te noemen. Ik ben nooit zo blij met die tegenstelling hoofd-hart, maar goed, we doen het er even mee. Misschien de tegenstelling denken voelen? Ja, ik ben er ook niet zo dol op. Ik heb het verschil zelf nooit ervaren. Het is een soort metafoor, het is een vergelijking die de werkelijkheid heeft overgenomen. Nou geloven we in de vergelijking en niet meer in waar het eigenlijk naar verwees. Dus ik ben ook zo blij met die tegenstelling. En waar verwijzen dan naar? Volgens mij zijn het modificaties van hetzelfde dingetje. Zoals je een kleur kan blauw zijn, een kleur kan rood zijn. Maar ze is daarmee niet anders dan het fenomeen kleur. En dat is denk ik met voelen tegenover denken ook. Ik denk dat het variaties van elkaar zijn. Het zijn dan variaties inderdaad. Maar waar is het een variatie van? Van de menselijke geest. Van wat de menselijke geest allemaal kan. Je kan geëmotioneerd zijn. Ik denk dat denken, naar mijn idee is het in feite een modus, zoals humor dat ook is. Dus denken dat, voelen, geloven, al dat soort zaken meer. Het is maar net welk scala je kiest aan termen daarvoor. Om dat allemaal in kaart te brengen. Ik heb eens een keer een hele lange discussie gehad met een vriend van mij, liggend op een heuvel net over de grens in Duitsland. En die zei ook van ja, hij is antropoloog, die zei ook van ja, die tegenstelling denken-emotie, ratio tegenover emotie, dat is geen tegenstelling. Dat zijn andere methoden om de werkelijkheid te onderzoeken, om de werkelijkheid te ervaren wat hij doet. En daar kan ik wel wat mee met dat verhaal, maar ik kan heel weinig met de tegenstelling voelen denken. Ja. Ik heb het zelf ook nooit zo ervaren. Ik wist alleen op de middelbare school, als je zei, ja dat denk ik, maar het voelt anders, dan begon iedereen te applaudisseren. En je wilde hoge punten, dus je zei dat soort dingen. Mm. Maar ik geloofde daar helemaal niet in. Dat was conformeren naar de trend die toen gangbaar was onder de docenten. Kom precies, nou, dat neem je niet serieus als leerling. Zij zei helemaal van de ratten besnuffeld, dat doe je niet. Als leerling moet je je leraar nou serieus nemen. Nee, dan moet je pas na een tijdje heel schoorvoeten toegeven. Ja,
ze hadden wel een beetje... Ergens hadden ze gelijk. Ik heb wel veel van ze geleerd. Nou zeg ik het wel eens tegen ze. Want ik word wel eens gevraagd op mijn oude middelbare school. Ik ben daar inmiddels meer dan 40 jaar weg als leerling. Maar ik word wel eens gevraagd door mijn oude docenten om een presentatie te geven. Ja, de meesten zijn nu overleden, maar die hadden zo'n propusclub erbij dat deed. Ja, en nu zijn de rollen omgedraaid en dan komen ze naar mij luisteren. Dus, leuk. Geeft toch een zeker gevoel van macht en macht corrompeert heel snel. Leuk. Terug naar de yoga. Ja. Dus wat je eigenlijk zegt is, die yoga, daar zit misschien wel een kern achter, een oude kern. Een oude lijn. Maar om te zeggen dat yoga is geweest... Hey. Nee, is te verstrekken. Yoga is een mengelmoes van oude tradities, oude ideeën, met een nieuwe inkleuring. Met een nieuwe inkleuring. En kijk, en dat is ook een kruisbestuiving tussen West en Oost. Ja, zeker. Zeker, want Oost doet er wel aan mee. Mm. Voor mensen die dat echt interessant vinden, het is een heel mooi... Want op een gegeven moment is de yoga ook vanuit hier terug naar India gegaan. Ja hoor, ja, dat gebeurt ook. En nieuwe vormen. Hè, als je ziet, als je hier in Nijmegen heel kijkt hoeveel vormen van yoga er zijn... Die zijn lang niet allemaal van Indiaanse afkomst. Ja. Er worden wel Sanskriet-termen gebruikt. Dat was inderdaad mijn volgende vraag. Ja. Waar komen die Sanskriet-termen van? Ja, die zijn uit die kruisbestuiving eind 19e eeuw afkomstig. Engeland en Duitsland ontdekten dat Sanskriet verwant was aan Latijn en Grieks en ook aan het Nederlands en zo. En met name Duits. Nou, dat waren natuurlijk enorme ontdekkingen in die tijd. En plotseling ontstond er de gedachte, wacht eens even, die mensen spreken een taal... verwant aan onze taal. Mm. En dat kun je aan heel veel Sanskriet ook merken. Hè, dat dat echt heel verwante talen zijn. De Sanskriet en Nederlands. Nou, in zo'n groot gebied spreekt men dus verwante talen. Dat was voor de naties bijvoorbeeld aanleiding om de levensraam in het oosten te gaan zoeken. De Oekraïne moest het heartland zijn geweest van die Arische cultuur. Mm-hmm. Ik gebruik nu de term Arisch zoals de naties die gebruikten. Afkomstig van het woordje Aria, wat ik eerder noemde. En vandaar dat de concentratie altijd was naar het oosten. Daar moeten we zijn. Daar komen we vandaan. En dat liep dan door die Duitse boerenstaat tot aan India toe. Dat was de voorstelling. En waarom? Omdat dat een soort herstel was van oude waarden. In feite de behoefte die in India heel vaak hoort, maakt de toekomst zoals die was. Hmm. Het verleden was beter dan nu. Trump refereert er in feite ook aan het Make America Great Again. Mm-hmm. Het was vroeger blijkbaar beter dan nu. Ja, dat is een soort van archaïsche periode die altijd... Die altijd beter was altijd dan vroeger. Beter was, ja. Vroeger, weet je wel, toen, voor de oorlog, weet je wel, dat soort werk. Hè. Toen, mijn vader had zeggen, die hammen van vroeger, hè, die waren zo hard, kon je iemand de schedel mee inslaan. Dan zei mijn oudste broer altijd, je moest toen een wapenvergunning hebben om inkopen te doen. goed, dat soort krachttermen werden in die tijd gebruikt. Hè. En... Het levert natuurlijk ook een bepaalde vorm van autoriteit en dergelijke op als je iets duizenden jaren oud noemt. Ja, dat is een hele rare tendens in onze cultuur. Dingen moeten ofwel de allernieuwste ontdekking zijn, dan wel ze moeten beren oud zijn. En liefst moet het een nieuwe ontdekking zijn die heel oud blijkt te zijn. Iets wat herontdekt wordt. Mm. Als dat gebeurt, dan wordt iedereen heel blij. Iets uit de middeleeuwen, dat doet het niet. Maar het moet ofwel beren oud zijn... Ja, zoals de hacking oude the primitive mind with neuropsychology. Ja, wow. You know how to say your things. Nee, maar dat vindt men mooi. Hè? Iets wat dan een natuurgeneeswijze of zo. En dan, de oude Egyptenaren wisten het al. Mm. Wow. Mm. Ja, kijk, dat voegt toe. Mm. En dat doet zich voor. Dat zegt iets over ons. Hoe wij kijken naar, naar onze wereld. En wat zegt het dan? Dat is aan de cultuurdeskundige om dat te analyseren. Maar het is een tendens in onze cultuur. Iets moet ofwel beren nieuw zijn, ofwel beren oud. En als het even kan, een connectie tussen die twee. Mm. Ja, bijvoorbeeld, als er wordt nu heel vaak gezegd dat het boeddhisme wetenschappelijk was of is. Omdat ze wat die Dhamma-theorie hebben met kleine deeltjes waaruit de waarnemingen bestaan. En dat lijkt... op de kwantummechanica. Hmm. Maar is het niet. De kwantummechanica, een kenmerk van moderne wetenschap... is dat de methode onvoorstelbaar belangrijk is. Hmm. Je moet kunnen vertellen hoe je tot een conclusie komt. De methodologie is de helft van het verhaal tegenwoordig. Je moet heel precies zeggen hoe je tot je idee, tot je conclusies komt. En ze moeten hervoltrekbaar zijn. Dat is heel wezenlijk. Nou, het boeddhisme spreekt wel van een Dhamma-theorie. De theorie van de kleine deeltjes die je waarneemt... zodat je een zintuig... impressie hebt, dat is een heel verhaal. En dat lijkt op kwantummechanica, maar is het niet. Ik moest pas een verhaal in Eindhoven houden. Ik vertelde, er staat allemaal technici bij die meteen begonnen. Zie je wel, boeddhisme is kwantummechanica. Nee.
ze begonnen meteen over de leegte van de atomen, et cetera. Maar de leegte tussen de deeltjes van de atomen zou je in het boeddhisme waarnemen op basis van een gezichtsdhamma. Dat is weer zo'n dragend deeltje, maar die gezichtsdhamma is leeg. Maar daarmee wil je niet zeggen dat hij er niet is. Dus het lijkt op elkaar, maar de methode hoe men tot de conclusie komt, is fundamenteel verschillend. En dat maakt heel veel uit. Ja, en daarom is het geen wetenschap. Daarom is het geen wetenschap. Ja. Ik denk inderdaad dat een goed punt is, want we verwarren vaak wetenschap met een universele methode om tot waarheid te komen. Ja, klopt. Natuurlijk dat is iets anders. Ja, natuurlijk kun je ermee tot waarheid komen. En natuurlijk zit er wellicht een waarheid in de Dhamma-theorie of kosmologie van boeddhisme. Ja. Het kan allemaal, alleen waar wetenschap om draait, is die methode die losstaat van de inhoud ervan. Ja, precies. Waarmee je bepaalde dingen kunt testen. Het is die bril waarmee je naar iets gaat kijken, waardoor je bepaalde dingen gaat zien. Maar die bril moet je heel goed beschrijven. Je moet heel precies weten wat die bril is. Je moet het kunnen uitleggen aan jouw opponent wat die precies is. Ja. En daardoor kom je tot je conclusie. En daarin komt ook wat je net terug zei terug. Want we proberen dat oude boeddhistische denken te verifiëren door het wetenschap te noemen. Ja, door het wetenschap te noemen. En dat heeft één te maken met een open waardering van de wetenschap. Want dat is eigenlijk ons meest nieuwe manier om tot waarheid te komen. Ja. Ja, dat is zo. En het is natuurlijk, wetenschappelijke waarheid is een vorm van waarheid. Mm-hmm. Tegenwoordig hoor je mensen iets te makkelijk zeggen, wetenschap is ook maar een mening. Mm. Dat is te eenvoudig. Ja. Wetenschap is wel een heel erg goed onderbouwde mening. Ja. En goede wetenschap geeft zichzelf ook voor wat die waard is. Mm. Zegt ook van, een lopende discussie is dit waar ik of deze groep onderzoekers op uitkomt. En dat doen we zo en zo en zo. Mm-hmm. En het geeft ook een basis om tussen verschillende wetenschappers en tussen verschillende wereldbeelden te kunnen collaboreren. Samen te kunnen werken, verder te kunnen komen. Ik zeg dit, wat vinden jullie? Zo werkt dat dan. Vandaar ook die peer-reviewed artikelen. Dat moeten dus kenners van het vakgebied moeten een artikel beoordelen, niet wetend wie het geschreven heeft. Ja. Nou, doorgaans weet je binnen twee zinnen al wie het geschreven heeft. Maar goed, dat hoort geen rol te spelen in jouw oordeel. Je moet natuurlijk kijken van, hoe zit het artikel in elkaar? Ja. Maar je weet meestal binnen... in een linie weet je dat. Natuurlijk kun je die dingen niet helemaal 100% uitschrijven. Ik bedoel, cijfers kunnen natuurlijk ook gemanipuleerd worden en dergelijke. Klopt. Maar... Ja. Ja. We komen wel dichterbij op deze. We komen dichterbij. Ja, tegen die manipulatie, daar kun je weinig tegen doen. Ja. Dat kun je alleen maar opgeven als je iets leest en denkt, dit klinkt wel heel... Maar je kunt niet heel dat onderzoek over gaan doen als jij een artikel moet beoordelen. Mm. Dat gaat niet. Dus dan is het echt aan de betrouwbaarheid van de individuele wetenschapper hoe dit in elkaar zit. Mm. En daar kunnen dingen natuurlijk misgaan. Dat kan. En dat daar hebben we ook voorbeelden van natuurlijk. Daar zijn voorbeelden van. Oh, die kennen we uit Nederland ook genoeg. Experimenten met blauwe M&M's en zo. Trouwens, hier staan geen blauwe M&M's. Weer terug naar de yoga. Terug naar de yoga, ja. Dus dat oude, dat levert er een bepaalde autoriteit aan. Ja. Dat geeft een bepaalde autoriteit en dat is ook vaak waarom het gebruikt wordt. En in het oosten zelf bestaat dezelfde ontstaansverhaal als wij hier denken te hebben? Nee, eigenlijk niet. Kijk... Of zijn zij veel realistischer of wat? Nou, nee. Nee, in India moet alles altijd 5000 jaar oud zijn. Ja. En dat hoor je bij alles. En als het even kan, 5000 kalpas. En een kalpas bestaat uit miljoenen, zo niet miljarden jaren. Alles moet beren oud zijn. Dat is een voorwaarde voor kwaliteit. Dat is het in praktijk doorgaans niet. Mm. Ik heb zelf heel lang klassieke Indiaanse dans gedaan, tempeldans. En de lerares van mijn lerares zei altijd tegen haar, in the oldest times... Dan denk je ook aan dat de Neandertalers dat al deden en zo. Mm. Maar toen vroeg mijn lerares een keer aan haar van wanneer was dat dan in die oldest times? Waarop de lerares zei, toen ik jong was. Kijk, ze was toen eind 30, dus we hebben het over enkele decennia geleden dan. Maar in Azië, met name in India, betekent oud, 5000 jaar oud, naar mijn idee met name tijdloos, los van tijd. Die termen vallen als wordt bekeken of dingen waarde hebben... Los van periodisering, los van eeuwen. En dat is naar mijn idee veel interessanter. Okay. Als ik in yogakringen vertel dat de yoga niet zo oud is als men denkt, vindt men in eerste instantie vaak niet leuk. Hoe weet u dat dan? Nou, lees het boek van Mark Singleton, daar staat het allemaal in. Mark Singleton is een man die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar dit type yoga.
En komt tot de conclusie dat het helemaal niet zo oud is. Maar ik zeg deze mensen dan heel vaak, werkt het wat jullie doen? Hmm. Dan zeggen ze ja. Dan zeg ik, nou, wat maakt het dan uit? Hmm. Of het beren oud is of niet? Het heeft een traditie. Het heeft een zelfbeeld dat het heel oud is. Nou, dat blijkt niet helemaal te kloppen. Maar wat is er ernstig aan? Als jij die yoga doet en je voelt je daar goed bij, wat maakt het nou uit dat het zo oud is? Ik vergelijk het dan vaak met als archeologen brood vinden van 8000 jaar oud, is dat wetenschappelijk heel erg zinvol. Hmm. Maar als je honger hebt, heb je er op dat moment helemaal niks aan. Hmm. Dan moet je toch echt naar het bakker barten om gewoon een broodje te halen. He, dus wat zegt het dat iets zo beren oud is? Het zegt iets over wat je zelf verwacht van de dingen. En wat je belangrijk vindt. Wat je belangrijk vindt, ja. Hmm. En dat is natuurlijk op zich, dat zegt iets over ons tijdsgevricht, over onze cultuur. Ontwikkelingen gaan zo snel dat ik wel vaak het idee heb dat mensen om die reden een behoefte hebben aan oude dingen. Hmm. De oude dingen die ook, oud betekent ook rustig, hè? Als ik in, ik begeleid veel studiereizen naar Azië. Ik ga volgende week naar India toe. Als ik in Yangon aankom, in Myanmar, dan staan we op de Svedagon pagode. Wit marmer en glanzend goud. Veel herrie. Nou ja, in Azië heb je ook overal luidsprekers, et cetera. En dan zeggen de mensen, ja, maar dit is toch geen boeddhisme? Dit is alleen maar herrie, dit is moderniteit. Blijft dit zo? En ik weet dat het niet zo blijft, want twee dagen later staan we in Bagan, te midden van de ruïnes. En daar is het doodstil. En dan zeggen mensen, oh, nou begrijp ik het boeddhisme. Nou snap ik het, dit is wat ik zoek. Dit wil ik. Hier kan ik dagen rondlopen. Denk je, ja, de dode traditie van de ruïnes vinden we mooi. Maar de levende traditie van de herrie, dat is kitsch. Mm. Dat zegt iets over ons. Hè? Ja, wat is dat? De moderniteit accepteren we blijkbaar niet. Als het maar stil is en rustig is en oud is, dan wel. Dat is een heel romantisch beeld. Echt een beeld ingegeven door de romantiek. Hè? De eenzame zwerver die door een landschap loopt. Het is leeg en verlaten. Je komt oude resten tegen. Hè? De Karel Willink schilderijen, weet je wel, vergane culturen. En daar hervind je de diepe boodschap, de diepe spiritualiteit. Mm-hmm. Nou, dat zegt iets over wat wij doen. En de grote behoefte aan mindfulness, de grote behoefte aan yoga, de behoefte aan stilte, heeft ook heel duidelijk te maken met het feit dat we tegenwoordig zo ongelooflijk druk zijn. En niet alleen druk door het werk en het goed normale leven, daar komen de sociale media nog bij. Je botst tegenwoordig steeds vaker tegen mensen aan die op een telefoontje aan het kijken zijn. Mm. Hoewel ik wel merk dat mensen een soort zesde zintuig aan het ontwikkelen zijn. Ze doen dit. Je komt trouwens, ze kijken niet op, maar gaan vanzelf aan de kant. Dus het begint toch iets, een soort, alsof een soort dolfijn aan het worden. Een soort radar of zo, ja. Iets dergelijks. Waardoor mensen er toch gevoel voor krijgen. Onze perifere zicht is wel sterker. Dus misschien evalueren we toch nog enigszins positief. Wie weet wat eruit voort misschien gaat. Misschien openen we binnenkort wel onze derde oog massaal. Omdat we allemaal niets, zo moeten kijken. Ik acht niets uitgesloten. Ik heb ook wel eens gedacht dat er door het werken met de muis een soort muisarm zou groeien. Weet je, een soort kwapje uit de schouder. Wat dan als muis, waardoor je kunt blijven typen en intussen iets anders de muis hanteert. Maar laten we zien wat de evolutie brengt. Hè? Je weet maar nooit. Maar het valt me wel op dat je zou denken, hey, mensen kijken zo, maar krijgen wel een gevoel van er komt iemand aan of er gebeurt iets. Ja. Maar toch kun je er in het verkeer niet op vertrouwen. Dat gaat natuurlijk niet. Dus er is wat je signaleert in dat romantische verhaal die wij hebben over het oosten, over boeddhisme, over yoga en dergelijke. Signaleer je eigenlijk een diepgaande verlangen in onszelf naar rust. Ja. En die rust is een tegenreactie op de, sneller wordende wereld, ja. Ik ben natuurlijk van een zekere generatie. Dus ik heb nog meegemaakt dat je moest schoonschrijven in een schrift en zo, die tijd. En pas toen ik hier op de universiteit kwam werken, 22 jaar geleden. Wow, de wereld grijpt in. Pas toen ik hier kwam werken, kreeg ik mijn eerste computer op mijn werk. Dat was in 96. Pas toen. Ja, er was ook een wereld zonder computers en zonder e-mail en zo. Ja, dat is heel raar. Je schreef alles met een pen uit. En er was een secretaresse die voor de hoogleraren, dat was ik toen niet, de dingen uittypte. Verder zat je te werken met zo'n elektrische typemachine. Ja. Zo was dat. En je zou denken, want op een gegeven moment zijn we computers gaan gebruiken. Dan kun je sneller typen. Je zou denken, oh, dan heb ik meer tijd over. Maar eigenlijk is het ertoe geleid dat we alleen maar meer bezig zijn. Ja, we zijn meer bezig. En we zijn ook minder zorgvuldig met taal geworden. Mm. Vroeger, toen alles nog getypt moest worden met lak en papiertjes en zo daartussen, als je fouten had gemaakt. Je had geavanceerde computers, typemachines die wat letters konden weghalen. Mm. Moest je een zin eerst in je hoofd helemaal uitdenken. En pas dan kon je hem overtypen. Mm. Dus eerst moest je de hele zin geformuleerd hebben. Je was dus veel zorgvuldiger in formuleringen. En nu
Ja, ik doe het zelf ook. Je typt hem uit en je kijkt, klopt die eigenlijk? En dan pas ga je kijken naar van, nou... Je was al zo, erin. Maar dat betekent ook dat je dus dat je zorgvuldiger was. Betekent dus ook dat je dus ook statischer was. Statischer, dat denk ik wel. En doordat je nu minder zorgvuldig bent, ben je ook meer fluïde. Ja, klopt. En je bent die periode lang vergeten. Ja. En er was een tijd dat ik nog zei, ja, maar ik schrijf het eerst met een pen uit en dan pas ga ik het uitwerken. Nou, dat is lang geleden hoor. Ja. Inmiddels doe je alles zo. Dus dat zelfs je handschrift eraan gaat. Oh ja, als je mijn handschrift leest, dat is dan niet is meer, het echt. Ja, dat is, als ik tentamens van studenten moet nakijken. Ik heb vroeger tijdens mijn studietijd paleografie gedaan. Daardoor kan ik het lezen. Maar af en toe denk je, wat staat hier? Wat is dit? Ik denk dat heel veel docenten dat bij mij ook hadden. Ja, dat je echt denkt van, dat je denkt, jij kan de kalligrafische waarde waarderen. Maar ik moet het ook beoordelen op basis van, ik moet er een punt voor geven. Dat heb je ook natuurlijk. Hè? Ja. Het zijn allemaal dokters in opleiding. Ja. We hadden het over, de oudheid van yoga, verlangen naar rust. Maar blijkbaar bestond het verlangen naar rust ook al toen de Theosofische school opstond en terugging naar... Die Theosofie was heel erg bezig met het hervinden van spirituele waarden. En dat deden ze met name in de resten van oude culturen. Mm-hmm. Dus al die theosofen, het waren er best veel hoor. Het waren altijd een beetje rijke mensen. Mm-hmm. Het zijn vaak mensen die van tweede, derde generatie, de generatie voor hebben kapitaal gemaakt. Mm-hmm. Zij zijn rijk, hoeven niet echt te werken. Dus ze reizen de wereld over naar de krachtplekken. Mm. Ze gingen labyrinthen lopen in het Middellandse Zeegebied, naar Egypte. Wat bedoel je met krachtplekken? Krachtplekken, plekken waarvan men vond dat daar bepaalde krachten in de aarde zaten. Mm. Dus de oude Ierland, de plekken waar mensen... En bedoel je met men dat in het algemene denken zat? Het zat in het denken, maar deze mensen konden het zich veroorloven te doen. Ja. Want die hadden geld genoeg. Maar dus ook buiten de Theosofische school bestond het idee? Ja, dat idee bestond. En daar op die plaatsen, daar had je speciale ervaringen en die ging je beschrijven. Hmm. En er zijn heel veel voorbeelden van. Ik noem in de colleges vaak het werk van Notowitsch. Notowitsch is ook eind 19e eeuw Rus. Dat Russische hof, het Tsarenhof, was een centrum van dit soort esoterische gedachtegoed, wat we nu later New Age gingen noemen. Hmm. Ik denk ook aan mensen als Rasputin, die aan het Tsarenhof zat. En de kroonprins zou genezen, want die had hemofilie, bloederziekte. Door de ik dacht zei homofilie. Nee, hemofilie, dat is weer een andere idee. Want dat ligt anders met genezen. Ongeneeslijk. Ja. Maar hemofilie, dat is bloederziekte. Mm. En dat ontstond door inteelt in die vorstelijke families. Dat kwam in die families vrij vaak voor. Mm. Maar het bloed stolde niet. Mm. En Rasputin kon dat genezen, zogenaamd. Nou, uit dit soort bewegingen, want de Theosofie is gewoon een van die esoterische bewegingen, die waren dus overtuigd dat je bepaalde krachtplekken kon opzoeken in de wereld. Mm-hmm. En als je daar was, dan kwamen de oude boodschappen als vanzelf naar boven. Dus Notowitsch, Rus, trok naar Azië, maakte een reis door Ladakh, dat is een stukje Tibet wat nu in India ligt, Noord-India, en belandde in het klooster van Hemis. Daar had hij contact met de abt. En Notowitsch beschrijft dat allemaal, wat hij daar doet. Hij kwam nog drie beren tegen, die schoot hij achter elkaar dood. Papa beer, mama beer en kindje beer. Dit verhaal ken ik. Ja, dat. Hè. Dit sprookje. Ja, van die beertjes. Van het haartje en de beertjes. Ja. Nou, hij schoot de beren al drie dood. En stuurde de huiden op naar Rusland. Die werden dan dus opgezet. Die staan vast ergens in een museum. Ja. Terwijl iedere bioloog weet dat beren niet op die manier in familieverband leven. Beren zijn niet katholiek. Die leven niet papa, mama, kindje. Dat doen ze helemaal niet. Maar Notowitsch beschrijft dat zo. En Notowitsch beschrijft ook dat hij in het klooster van Hemis komt. Hij breekt daar zijn been. En wordt daar verpleegd. En de abt van Hemis leest hem voor uit een manuscript het verborgen leven van Jezus. Nou, dat heeft hij meegenomen, wat de abt hem heeft verteld, meegenomen naar Europa. Heeft daar een boek over geschreven, La vie inconnue de Jésus Christ in het Frans. Een Engelse professor vertrouwde het niet. Moest enige tijd later naar Hemis toe. Belandde daar in het klooster, sprak dezelfde abt als waar Notowitsch over sprak. En deze Engelsman vroeg aan de abt, is hier een Rus geweest die zijn been had gebroken? En die abt zegt, een Rus die zijn been had gebroken? Nee, wel een Rus die een kies heeft laten trekken. Maar is toch wat anders. Hè? Ja. Kortom, het hele verhaal is gewoon niet waar. Maar Notowitsch liep door, dit is een reconstructie van mij, liep door Hemis, zag wat daar gebeurde en dacht misschien bij zichzelf, goh, hier had Jezus best rond kunnen lopen. Mm. In de tijd tussen zijn 12e en zijn 30e, de tijd waar we niks over weten uit de evangelieën. Hier had Jezus best rond kunnen lopen. En als je zo'n gevoel had,
was dat volgens de theosofie en meer van dat soort esoterische richtingen een heel serieuze toegang tot kennis. Als je dat op zo'n krachtplek ervaren. Ja, dus een intuïtieve kennis was een toegang tot kennis. Als hij voelde dat Jezus hier had rondgelopen, dan was dat zo. Althans, je moest dat gevoel serieus nemen. Hmm. Nu staan we daar veel, ja, zeggen we meteen, ja hoor eens, dat zegt iets over Notowitsch. Niet over dat Jezus hier echt geweest is. Notowitsch is een hele interessante primaire bron om te bestuderen hoe men in die tijd dacht. Maar het is geen secundaire bron. Het is geen bron die je serieus kunt nemen als wetenschappelijke bron. Toch lag dat in de eind 19e eeuw anders. Hier zijn meer voorbeelden van. Hè? Neem een Carl Gustav Jung, die ook heel sterk met intuïtieve informatie werkte. Die werd dan later wetenschappelijk onderbouwd. Is een zogenaamd wetenschappelijk onderbouwd. Maar nu werk je anders. Nu trek je juist je conclusies eerder in twijfel. Is het wel echt waar wat ik vind? En dat ga je met allerlei manieren bestrijden. Ja. Jung ging die dingen juist met heel selectieve omgang met argumenten onderbouwen. Dit gebeurt natuurlijk in de moderne wetenschap ook. Hè? Heel selectief omgang met argumenten? Ja, waardoor dus zijn conclusies klopten. Ah, zo. Ja. Wat hij had bedacht, ja, klopte daardoor. Dus in tegenstelling tot Notowitsch, ja, ging Jung eigenlijk ook van het gevoel uit. Ging ook associëren, en, ja, maar die ging eerst ging nog dan mythen daarbij zoeken in verschillende religies, maar andere mythen liet hij weg. Hmm. En bijvoorbeeld ook het werken met de sprookjes. De sprookjes van Grimm stonden heel hoog in aanzien. De gebroeders Grimm, het waren twee Duitse filologen, die zaten achter de taalkundige verschijnselen. Die waren er ook van overtuigd dat, of die zeiden ook altijd, dat in die oude sprookjes hele oude culturele waarden zouden zitten. Nou, die waarden zitten er nu ook in omdat ze erin gestopt zijn. Dat hebben zij namelijk gedaan. Ze hebben die sprookjes bewerkt. Ze zeiden ook dat het Germaanse sprookjes waren. Dat bleek in praktijk ook niet waar te zijn. Want de meeste van die sprookjes hebben ze van de vrouw van de Franse apotheker in het dorpje waar ze woonde, de stad waar ze woonde. Dus het is helemaal niet dat zij al die dorpen afgingen om van oude mensen die sprookjes te horen. Dat zal wel eens gebeurd zijn, maar niet in de mate waarin ze het zelf vertelden. En die sprookjes zijn door hen dusdanig bewerkt dat ze nu ook kloppen. Dat inderdaad die verhaallijnen kloppen, et cetera. Hoe bedoel je kloppen? Nou, die zijn dus, er zijn bepaalde verhaalstructuren. Die kloppen zijn archetypisch. Maar die zijn bijgewerkt waardoor ze kloppen. Het is hetzelfde als dat je hoort mensen zeggen, ja, Joseph Campbell, groot godsdienstwetenschapper, heel veel mythen onderzocht en monumentale werken geschreven, et cetera. Dan zeg maar vaak, zie je, zelfs in Disney kom je tegen, in de Disney stories. Wat wil je? Disney en Campbell waren bevriend. Ja, en dat worden self-fulfilling prophecies. Maar ze werken op dat moment wel. Ze brengen structuren aan. En ja, die structuren, daar kunnen mensen wat mee. Mensen onthouden de verhalen daardoor, halen de boodschappen uit, onthouden bepaalde dingen. Het is niet zinloos, maar het is niet de moderne wetenschap. Die structuur is erin gelegd door iemand die kennis heeft van hoe wij denken. Of archetypen of whatever. Ja. Ze zijn niet door de tijd heen geëvolueerd om deze vorm aan te nemen. Nee. Ja, tenzij je zegt dat onze manier van denken op die manier ook geëvolueerd is. Hè? Dan is het natuurlijk wel zo. Maar ja, als mensen er iets mee kunnen, want dat vind ik altijd wezenlijke eraan. Hè? Ja. Of het klopt of niet klopt, ja god, dat zal de geschiedenis wel uitmaken. Maar kunnen mensen ermee werken? Mm. En dat is boeiend. Kunnen ze er iets mee? He, want als het alleen maar droge wetenschap is die in bibliotheken wordt begraven of tegenwoordig in het internet en door niemand wordt gelezen, ja, dan kun je het net zo goed niet schrijven. Mm-hmm. En dat vind ik wel altijd lastig, want je weet nooit op welk punt iemand er uiteindelijk iets wel mee gaat doen of het gaat gebruiken om er iets van te maken. Ja, dat weet je nooit. Ja. Maar er wordt natuurlijk zoveel gepubliceerd dat er haast geen tijd meer is om het te lezen. En ook niet genoeg mensen om het te lezen. Ja. Dat heb je. Maar het is inderdaad waar je weet nooit wat het belang is van iets wat in het verleden is gebeurd. Ik geef als voorbeeld vaak Osho, hè, die beweging van de Bhagavan, die in de jaren, ja, eind jaren 70, jaren 80 had. Toen ik de eerste keer naar India ging, 1978, vloog keurig met zo'n Boeing van Air India naar Mumbai toe. Heette toen nog Bombay. En toen ik terugvloog, het leek wel of Oranje gespeeld had. Iedereen was in het oranje gekleed, behalve ik. Alle mensen die bij Osho waren geweest, de Bhagavan, in het oranje gekleed, zo'n mala om, waar een portret van Osho zelf op zat. Dat was in Nederland toen het een zeer toonaangevende beweging. Ramses Shaffi zat daarbij, Jan Voedrijnen zat daarbij, de grote psychiater zat daarbij. Beroemde boeken Wiers van Hout en Bunkerbouwers, et cetera. Hetgeen in de psychiatrie toen de tijd enorme doorbraken waren. Nou, dat was er in die tijd.
Hè, en Kees van Koot en Wim de Biet, toonaangevende comedians in die tijd. Mm-hmm. Die hadden daar persiflages op. Dus Koot heette opeens Sinatra Tahamata. En Swami Tomado deed mee. Mm-hmm. Zo, weet je, tomado-rekjes, weet je wel. Zo. Ja, enorme persiflages erop. En dat was een culturele input in die tijd die heel groot was. Je zag, als je in Hoogkaterijnen in Utrecht rondliep, daar woonde ik toen de tijd, het straatbeeld had oranje, liep oranje figuren rond. Osho is weg, hij is overleden. Er is nu die documentaire serie Wild Wild Country. Maar je weet niet, je kunt niet voorspellen hoe over 50 jaar over Osho wordt gedacht. Is hij helemaal vergeten of is hij toonaangevend geworden? Dat kun je gewoon niet overzien. Dat gaat niet. Ja, precies. Nog één laatste vraag over de yoga. Yeah. Ik sprak laatst iemand die naar India was afgereisd om yoga te gaan doen. Yeah. En dat soort dingen. En ik zei, oh leuk, wat voor yoga doe je? Ik doe ook yoga. Zei, oh, wat voor yoga doe jij? Ik zei, power yoga. Moest een beetje lachen. Oh, ja. Zei, dat is geen echte yoga. Oh, ja. Ah, ja, ja. Nou, toen heb ik een heel gesprek met haar gehad. En daarin, want ik was benieuwd van, oké, wat is het, yeah. wat zit hierachter? En wat zij in principe zei was... yoga zijn niet per se de bewegingen of whatever. Het is de spirituele ascese wat je maakt door de dingen te doen wat je aan het doen bent. Dus als mensen zeggen, nee, yoga is niet dit, 100 jaar oud. Yoga is wel 5000 jaar oud. Bedoelen ze die spirituele ascese? Zou je dan zeggen, oké, prima, als je die definitie aan wil houden, oké. Of zou je dan wel willen zeggen, nee, als je die definitie aanhoudt, dan ben je zo ver aan het oprekken dat het niks meer betekent. Ja. God, ja, waar wordt men gelukkig van? Hè? Als iemand dat wil, ja, goed. En er verder de andere wezens geen kwaad mee toebrengt, ben ik al heel, heel erg tevreden. Het is niet te zeggen. Het is gewoon te zeggen. Maar heel kenmerkend, en dat vind ik in dit verhaal wel interessant, dat iemand gaat zeggen dat wat jij doet geen echte yoga is. Wat is dat voor idee? Ja. Dat maakt jij toch wel uit of het echt is voor jou of niet. Echt is alleen maar voor jou echt. Ja. Dat is belangrijk. Nou goed, op een gegeven moment zei ze inderdaad ook wel van, ja, het gaat erom of je er profijt aan hebt en dergelijke, whatever. Dat is veel essentiëler. Maar de Yoga Sutras, hè, de Yoga Sutras van Patanjali, is dan de tekst waar ze het altijd over hebben. Mm-hmm. Nou, in die tekst valt het woordje asana één keer. Mm. En betekent daar in feite alleen maar dat je een aangename zithouding moet aannemen. De rest gaat over mentale processen. En er is een heel mooi boek geschreven. Een van de mensen die heel erg thuis is in de oud-Indiaanse alchemie. Want yoga en alchemie is een doorgaande lijn. In het oude Indië, men hoopt onsterfelijk te worden. Niet eens zozeer verlicht, maar gewoon onsterfelijk. Dat soort kwesties. Het lichaam dusdanig perfectioneren dat je dat het eeuwen mee zou gaan. Gordon White, volgens mij die dat boek heeft geschreven. Die heeft een boek geschreven over een biografie van de Yoga Sutras. En een van zijn theorieën is dat de Yoga Sutras, dat zijn hele korte teksten. Sutras stel wil zeggen dat je echt, je kunt ze onthouden aan de hand van hele korte woordjes. Je hoort een heel commentaar bij, maar je onthoudt aan de hand van die leidraad, die korte woordjes. Ja. Volgens hem is het een soort los kaartensysteem geweest, wat ooit uit de kast is gevallen en door elkaar ligt nu. En niemand weet dat goed moet. Ja, het zijn van die losse palmbladen doorgaans in India. Nou, ooit is er een wervelwind geweest. Damn, daar gaat de hele Yoga Sutra. Oh, nou, snel weer in het bakje terugstoppen. Hoop dat de leraar het niet gemerkt heeft, weet je wel. Nou ja, goed, die leest dat weer. Was dit de volgorde? Dus dat er toch iets met de volgorde van de verse aan de hand is. Ja. En dat we nou met die tekst werken. Dus we werken altijd met het commentaar van Vyasa doorgaans, wat erop geschreven is. En dat is hij nu. Maar de Yoga Sutras en sowieso al die yoga teksten hebben een hele gemengde afkomst. Maar het is weer heel interessant die discussie die je hebt gehad. Het is niet de kern van yoga, zo'n term valt. Mm-hmm. Meteen wil het zoeken naar een kern. Mm. En dat zegt iets over ons. We willen altijd cut the crap, alles eraf. Wij willen naar de kern toe. En daar zit ook een soort witneusarrogantie achter. Mm-hmm. Dat westerlingen kunnen organiseren en in staat zijn de kern uit iets te halen wat Azië eigenlijk niet meer helemaal kan. En dat is een heel kwalijke, als ik ook eens iets kwalijk mag vinden, ik vind het een kwalijke ontwikkeling. Ik kom dat bij het boeddhisme ook heel vaak tegen. Dan hoor ik hier westerlingen zeggen, ja, maar zen is de essentie van het boeddhisme. En dan komen ze in Azië, dan zien ze al die dingen die daar gebeuren. Dit is toch niet het boeddhisme? Boeddhisme is wat we zelf hier in Nederland doen. Mm-hmm. Ho, ho, ho. Citeren we nu even de kerstman, hè? Ho, ho, ho. Dat gaat te ver. Dat mogen die mensen zelf weten. Het is hun ontwikkeling. Ik bedoel, je kunt op een gegeven moment ook krijgen dat Amerikaanse... Okay, zou je niet de stelling kunnen poneren door te zeggen, in het oosten zijn ze de kern van het boeddhisme kwijtgeraakt? Nee, zeker niet. Dat vind ik te ver gaan.
Zij hebben een eeuwenlange traditie. Ja. Bedoel, het zou hetzelfde zijn als dat een Pinksterkerk hier komt zeggen tegen christenen hier, die toch al een aardige geschiedenis hebben, jullie zijn de kern kwijt. Dan zeggen die fervente katholieken hier, oh ja, speak for yourself. Dat is een aanmatigend oordeel. Dat is aan die mensen zelf wat zij essentieel vinden. Als ik zie hoe Thais met hun boeddhisme omgaan, hoe Japanners dat doen, dat zijn eigen ontwikkelingen. Zoals het boeddhisme hier, dat in feite ook is. En kenmerkend voor het boeddhisme hier is altijd te opmerken, het is geen religie, die valt altijd. En wij zijn bezig met de kern. En de kern is dan zogenaamd de meditatie, terwijl in Azië meditatie helemaal niet de kern is. Daar zijn de rituelen, daar is veel meer beoefening dan alleen maar dat mediteren. Maar hier weet je, als iemand zegt, ik ben met boeddhisme bezig, die mediteert. Als ik dan zeg dat ik niet mediteer, word ik meteen beschouwd als een buitenstaander. Je weet er niks van, je hebt het niet ervaren. Dan krijg je meteen die hele riedel commentaren. Want jij beschouwt jezelf ook als een boeddhist? Nee, op zijn hoogst part-time. Nee. Steeds minder hoor, naarmate ik ouder word, geloof ik steeds minder. Nee, humanistisch agnost, agnostisch humanist. De mens speelt in mijn wereldbeeld een grote rol. Ja, wel de mens in zijn of haar omgeving. Dus de beesten doen op zich, de dieren doen ook mee, de planten doen mee, de wereld doet mee. En hoe het in werkelijkheid zit, ik krijg het idee dat het voor mij in ieder geval niet toegankelijk is. Er zijn wel eens van die momenten dat je denkt van, ja, dit is een lumineus ogenblik, er gebeurt iets. Hè. Ik ben nou zo'n jaar of op mijn 17e serieus met hindoeïsme en boeddhisme begonnen. Ik ben al bijna 60, dus best een tijdje. Aardige tijd. Ik ben katholiek groot geworden, maar ik loop uiteindelijk tegen dezelfde problemen aan binnen hindoeïsme en boeddhisme als in het katholicisme. Ik moet dingen gaan geloven. En ik ben niet sterk in geloven. Dat is gewoon, het is geen verdienst, maar die knop is gewoon kapot. Ik kan dat niet. Ik geloof steeds minder. Ik heb er wel een keer een boek over geschreven, omdat ik de vraag natuurlijk heel vaak krijg over boeddhisme en hindoeïsme. En ik krijg ook heel vaak te horen als ik in boeddhisme kreeg. Je gelooft wel heel veel dingen. Je gelooft namelijk dat als ik jou een e-mail stuur en vraag of je hier wil heen komen om een podcast op te nemen, dat ik de waarheid spreek. En dat je, als ik jou vraag om hier op de Groene Straat iets te komen, dat klopt. Als ik jou. Dus ik heb een blind. Wat is het verschil tussen dat soort. Ja. Die twee ik heb een blind vertrouwen in het telefoonboek. Je hebt een blind vertrouwen. Dat is de openbaring. Als de telefoonnummers, heb je geen telefoonboek, ben je het nou via internet. Als dat niet klopt, dan houdt de hele wereld op. Dus er zijn bepaalde dingen waar je blind op vertrouwt. Of je ze gelooft, is een tweede trouwens hoor. Maar kijk, bij geloven, dan gaat de bewijsbaarheid gaat ontbreken. Dan kan iemand zeggen, ja, zo voel ik het. Kijk, dat is een bewijs voor die persoon. Zoiets ken ik niet. Die ervaring ken ik niet. Maar er zijn natuurlijk bepaalde dingen waar je op vertrouwt. Het telefoonboek moet je op kunnen vertrouwen. De winkelsluitingstijden, weet je wel, verkeersregels. Dat daar dingen in misgaan, dat er drukfouten in het telefoonboek kunnen staan, dat is een tweede. Maar dat hoort niet. Het telefoonboek is een soort openbaring. Want wat daarin staat, klopt. Als ik zo'n nummer bel, dan krijg ik mevrouw Van Berne aan de telefoon. Ja. Dan gaat de telefoon en die zegt, met mevrouw Van Berne. Kijk, dat hoort zo. Ja. Als dat niet klopt, kijk, is dat geloof, is dat vertrouwen? Ik begrijp dat er bepaalde dingen zijn waar we vanuit moeten gaan dat klopt. Anders valt de wereld uit elkaar in principe, of onze wereld. Dus we moeten vertrouwen op de stoplichten, we moeten vertrouwen dat de zon opkomt. Dat de zon opkomt, we moeten vertrouwen dat als ik iemand aanspreek dat hij mij niet wil beroven over hebben. Nee. Dat als ik ga slapen, dat niet mensen gaan inbreken. Ja, dat soort dingen. Het gebeurt allemaal wel. Ja. Maar daar hebben we dan justitie voor. Om dat aan te pakken, want dat hoort niet. Ja. Maar een boeddhist of een gelovige over hebben zou zeggen, het geloof in God is dezelfde soort. Ja, iemand die gelooft heeft dat. Ja. Dus mijn vraag is, wat maakt die twee soorten geloven voor jou anders dan voor een gelovige? Ja. Wat is het fundamentele verschil? Ik heb niet vertrouwen op God, bijvoorbeeld. Zoals een gelovige, christen of moslim of hindoe dat kan hebben. Dat heb ik gewoon niet. Of God bestaat, is aan God zelf. Ik weet het niet. Maar het zit wel een beetje in de sfeer van, als ik zeg of God bestaat, is aan God zelf. Er zit een beetje in de sfeer van, gelooft u in reïncarnatie? Nou nee, is in mijn vorig leven zo slecht bevallen. Het zit een beetje in die sfeer. Hè? Ja. Dus we snappen natuurlijk, in ieder geval ik, heel erg weinig van deze wereld. Ja. En dat er een God zou bestaan die dacht op een bepaalde dag, laat ik eens een modeltrein bouwen en dat is de wereld geworden. Ja. Het zou natuurlijk zomaar kunnen. Ja. Ik bedoel, het is ook geen enkel punt om een religie te bedenken. Dat is helemaal niet zo'n punt. Maar om erin te geloven, dat is een tweede. Dat het ook echt de waarheid wordt. Want voor een gelovige
is zo'n religie waarheid geworden? Als iemand echt gelooft. Mm-hmm. Ik kom trouwens in Azië heel vaak tegen. Je maakt nu eigenlijk Je maakt nu eigenlijk een contingent punt. Je zegt in principe nu er zijn een aantal geloven in mijn leven fundamenteel geworden. Ja, ja. Daar hoort de stoplicht bij. Daar hoort bij dat telefoonboek. Telefoonboek en dergelijke. God is daar niet in meegegaan. Nee, die heeft daar meegekomen. Heeft misschien ons zo dusdanig in elkaar gezet dat wij telefoonboeken kunnen maken en stoplichten. Maar goed, dat is die kwestie. Dat kan toch een zekere doelgerichtheid, kun je er in ieder geval in ervaren. Ja. Maar ik ben in mijn vakgebied bezig met de religieuze mens. Mm-hmm. De mens die met die waarheid leeft. Ik kijk dus niet naar boven als God daar zou zijn. Ik kijk om me heen. Mm-hmm. Hoe gaan mensen om met de waarheid waarmee zij leven? Of dat mijn waarheid is een tweede. Mm-hmm. Want waar mijn waarheid zit, ja, het leven zelf hoor. Maar niet veel meer dan dat. Ik heb geen idee, maar ik word direct wakker. Ik vind het ook heel boeiend als ik zie hoe mensen de grens van de zinloosheid tegenkomen. Want ja, wat heeft deze wereld nou, wat draait het nou toch allemaal om? En daarbinnen gaan geloven. Mm. En of dat dan orthopraxe of orthodox is, dat ze echt dus alleen de rituelen doen en handelen, wat je in Azië vaak tegenkomt. Of dat ze echt leerstellingen gaan onderschrijven. Mm. Ja goed, dat is een tweede. Ik heb me ooit bezig gehouden met UFO's. Niet dat ik zozeer in UFO's geloof. Maar het grootste aantal UFO's van de wereld verschijnt in Stadskanaal. Dat is nou eenmaal zo. Een tijdje terug. In Stadskanaal? Ja, of all places. Ja. Okay. Onderschat Stadskanaal niet hoor. Nee, maar het is een jaar of, nou, 18 geleden denk ik alweer. Toen verschenen er allerlei publicaties over mensen in Stadskanaal die graancirkels bekeken. En die microfoons hingen bij graanvelden. En dan werden er 's nachts lichtbollen gezien boven die graanvelden. En de volgende dag was er een graancirkel. Ja. Nou, mensen gaven hun banen op. Mensen, alles draaide op een gegeven moment rond die UFO's. En er werden ook contacten met Shambhala. Hè, met mystieke rijken in Centraal-Azië. Of mentale stadia die rijken zouden zijn. Al dat soort gedachtgoed vond plaats in de buurt van Stadskanaal. Er werd waarom was die connectie met Shambhala? Dat snap ik niet. Shambhala is een mystiek rijk, hè? Ja. Wat in Centraal-Azië zou liggen. Maar tegelijk is het ook een state of mind. Ah, zoals ik, dat soort werk. Zoals ik, als ik in van die esoterische kringen spreek, want ik geef heel veel lezingen voor allerlei verschillende genootschappen. Mm-hmm. Oh, heel boeiend om al die mensen tegen te komen, wat hun ideeën zijn, ook wat hun reacties zijn. Hè. Het is meestal het boeddhisme wat ze willen horen, wat hun reacties daarop zijn. Maar spreek dan vaak over Tibet. En dan vragen mensen, bent u in Tibet geweest? En dan zeg ik, ja, ik ben een keer of 9 in Tibet geweest. En dan, hoe komt u daar? Dan vertel ik dat de KLM een mooie vlucht heeft naar Chengdu. En of dat je door naar Tsitang. En dan, goed, moet je eerst een ochtend in de tuin zitten om aan de hoofden te wennen, et cetera, en thee drinken. Mm-hmm. En nou goed, dan vertel ik dan, nee, zeggen mensen. Oh, u bent nog lang niet in Tibet geweest. Dan krijg je, ik vraag je of u in Tibet bent geweest. Ik vraag of u in Tibet. Dat overkomt mij echt een paar keer per jaar dit hoor. En daarbij is Tibet niet meer een regio. Dat is een state of mind. Een manier van kijken naar de wereld. Het is in principe hetzelfde wat je eerder zei. Dat geloven met je hoofd. Dat de spiritualiteit in je zit. Dat is een mentale staat. Een mentale staat. Ja. Projecteren op dat oude land. Of Tibet. Bent u ooit in Tibet geweest? Ja, dan krijg je die vraag. En dat is helemaal niet de vraag zo van de KLM, fast your seatbelts and breathe normally. Dat is helemaal niet dat. Het is een staat van voelen, een staat van zijn, een spiritueel proces. En mevrouw Blavatsky van de Theosofie, want dat Tibet zo heilig is, dat danken we heel sterk aan de Theosofie. Mm. Ja, Blavatsky had contact met Mahatma's, dat waren de grote wezens die doorkwamen, die zochten haar op. En die Mahatma's zaten met z'n allen in Shambhala, kwamen daar vandaan, af en toe zochten ze dus mensen uit. En daar zocht ze contact mee, Blavatsky was er zo een. En zij had voortdurend contact met Hud Gotumi en Almoria, twee van die vrijwel onsterfelijke wezens. Mm. En die gaven haar spirituele kennis door. Binnen esoterische kringen kom je nog steeds mensen tegen die zeggen met een van die twee contact te hebben. Nou, die twee waren ook op cruciale momenten in de geschiedenis aanwezig geweest. Een van de twee is Pythagoras geweest en de andere was de koning Balthasar bij de kerststal.
tijd van het jaar, we gaan maar naar kerst toe. Hè? Ja, ja. Dus die had bij de kerstal gestaan, heeft de geboorte van Jezus meegemaakt. En deze Mahatmas, die grote zielen, zochten dus contact met wezens in de gewone wereld. En Blavatsky was er daar een van. En ze kwam ze wel eens tegen, gewoon in een park in Londen of zo. Blavatsky zelf zegt ook in Tibet te zijn geweest. Hè, waarvan Blavatsky is bekend dat ze af en toe een soort... In Tibet? Daar is Tibet. Daar is ze geweest. Ja, ze zegt zelf in het heuse echte Tibet met de bergen en zo. Maar ze bedoelt Tibet. He, want van haar is bekend dat ze af en toe 3 maanden in een kabinet lag. Je zou het nu een depressie noemen of iets psychisch. Dan kwam ze weer tevoorschijn uit haar slaapvertrek en zei dat ze in Tibet was geweest, een mentale reis had gemaakt. Mm. Het was in die tijd heel geaccepteerd dat dat kon, dat je mentale reizen kon maken. Ze heeft ook tekeningen gemaakt van haar Tibet. En op de tekeningen van haar Tibet zie je palmbomen. Mm. Nou heeft Tibet licht vrij hoog. Mm-hmm. Er staan sowieso weinig bomen in Tibet. Dus palmbomen al helemaal niet. Het is geen tropisch gebied. Maar haar Tibet is wat anders dan de regio die wij nu met Tibet aanduiden. Ja. Ja. Dat is natuurlijk ongelooflijk boeiend, want het zegt weer iets over hoe men in die tijd naar de wereld keek. Maar die erfenis dragen we nog steeds als we kijken hoe wij vanuit het Westen Azië bekijken. Vanuit een heel sterk orientalistisch wereldbeeld. Hè? Westelingen hebben de vermogen tot organisatie. En de Aziaten hebben de spirituele gaven die de Westelingen dan weer niet hebben. Dat is heel zwart-wit denkend. Dat klopt helemaal niet. Chinezen kunnen uitstekend organiseren. Indiërs trouwens ook, dat kunnen ze best. Maar anders dan hoe wij dat zouden doen. Uh-huh. En spirituele tradities hebben wij in het Westen net zo goed. Alleen, ja, we kijken heel vaak daarvoor tegenwoordig naar Azië. Die kunnen dat beter of zo, vinden we. En kun je signaleren waarom dat zo is? Is het gewoon een simpel verhaal van het gras is groener aan de andere kant? Of? Dat speelt een hele grote rol. Ja. Ja, ja, en dat Blavatsky het zo vaak gezegd heeft. En Blavatsky, die is, kijk, de theosofie... was natuurlijk op zich, dat gaat niet over gigantische aantallen mensen die daarbij hoorden. Ja. Maar het gedachtegoed sijpelde enorm ver door. Als je kijkt naar boeken over paranormale verschijnselen. Die stonden vroeger bij de slechte in de kelder altijd, al dat soort fotoboeken. Zijn altijd foto's van eind 19e, begin 20e eeuw. Spontane zelfverbrandingen, geesten die op foto's verschijnen en zo. En dan heb je een familieportret en plotseling staat daar een overledene tussen, weet je wel, dat soort dingen. Mm-hmm. Het lag ook een beetje aan de kwaliteit van de fotografie uit die tijd. Maar goed, in die vlekken zag men van alles. Het fotograferen van ectoplasma. Als een geest zich openbaarde, dan kwam er iets uit het lichaam voort. Dat was de geest. En dat is echt altijd eind 19e, begin 20e eeuw, toen speelde dat. En dat gedachtegoed, dat sijpelde enorm door. In Den Haag, hè, waar je natuurlijk die burgerlijke middenklasse had... Met name heel veel vrouwen die alleen maar binnen zaten. He, dus de mannen werkten, die waren notaris en advocaat en zo. Dus de sfeer van Couperus. Want Couperus is zwaar beïnvloed door de theosofie. He, Louis Couperus, de schrijver. Wie is dat? Oh, Louis Couperus. Dat is een van de grote Nederlandse schrijvers. Eind 19e, 20e eeuw. De stille kracht. He, hetgeen vrijwel helemaal een theosofisch boek is. Dus waar heel veel theosofisch gedachtegoed in zit. De boeken De Kleine Zielen, Eline Veren. Hmm. Het is de sfeer van de Haagse binnenkamers. Hmm. Waar vrouwen ingesnoerd zaten, hè, in van die corsetten. Zaten te borduren de hele dag. Ze zaten brosse koeken te eten en thee te drinken. Er waren van die grote banken, de gordijnen waren half dicht. En er stonden allemaal van die palmbomen in koperen potten, van die palmstruiken. En men keek uit op, sprak over de kolonie, over Indië en zo, dat soort werk. Ja, deze mensen verveelden zich vaak dood. En dan kwam er s'avonds weer een medium langs. Vaak een oude dame met grote veren op de hoed en gekleed in het donker. En dan moest de kamer verduisterd worden. En dan openbaart zich hier een geest. Dan ging de tafel dansen, weet je wel. Dat soort werk. Het is die sfeer. Ja. En ja, god, dat is nog steeds. Studenten doen dit nog steeds. Glaasje draaien. Geesten oproepen, weet je wel. Dat soort zaken. Het zit heel erg in die sfeer. En daar hoor je natuurlijk allerlei bizarre verhalen over. En de verhalen, de bizarre verhalen die zich voordoen, zijn altijd FOF stories, friend of a friend. Je komt nooit de mensen tegen die het echt overkomen is. Nee. Het is altijd friend of a friend story. Tussen Utrecht en Zeist, ik woonde 20 jaar in Utrecht voor ik hier in Nijmegen belandde, daar speelt het verhaal, de urban legend, dat daar ooit een jongen of een meisje is vermoord en die verschijnt af en toe. Dus dan fiets jij gezellig terug van de waranden waar de studentenflats waren,
naar Utrecht. S'avonds, altijd in het donker, hè? Donker, spooky. En opeens staat er een meisje langs de weg, die wil met jou, die is de weg kwijt en vraagt of ze achter op jouw fiets mee mag naar Utrecht. Nou, jij fietst door naar Utrecht. En opeens merk je, ze is verdwenen. Je gaat kijken, waar is ze? Nou, niet. Je gaat naar de politie, ja, een meisje verdwenen. Dan zegt de politie, ga maar even zitten, kopje koffie. Je bent de vierde al dit jaar. Er is daar ooit een meisje vermoord en die verschijnt af en toe. En iedereen kent wel iemand die dat gezien heeft, maar niemand heeft hem niemand zelf. Niemand heeft het zelf meegemaakt. Ja. Je krijgt nooit de persoon te zien of te horen die het zelf heeft meegemaakt. Altijd de Fos stories. Hmm. Ja, maar ik ken een verhaal dat. Iemand vertelde me ooit dat. Ja, daar gaan we. En dat is een traditie, de Fos story. De friend of a friend story. En die speelt in paranormale verschijnselen een hele grote rol. Hmm. Iedereen kent wel een huis waar een heel groot probleem is geweest. Omdat het met glaasjes heeft gedraaid en de ramen zijn eruit gevlogen. Hmm. Alleen het huis zelf, dat niet. Ja. Ja. Je zei ook al eerder van dat wij hier in het Westen denken dat boeddhisme geen religie is. De kern is de meditatie. Maar dat zien ze dus... Ja, in Azië heel anders. Ja, heel anders. Ja. Hoe werkt dat? Ja, het heeft te maken met wat wij ons bij religie voorstellen. Mm-hmm. Als de term religie valt, dan denken mensen heel snel aan dingen die niet mogen. Hè, allerlei restricties. Ze denken aan strenge leefregels. Mm-hmm. Hè, spijswetten. God, de islam natuurlijk tegenwoordig, die dan altijd in een heel, heel, heel kwaad daglicht staat. Mm-hmm. Fundamentalistische christenen, Jehovah's, incestverhalen. Weet je, de religie is meteen iets... negatief. Bij spiritualiteit gaan de mondhoeken omhoog. Dan zie je mensen glimlachen. Zij dat spiritualiteit weer een beetje op zijn retour is. Lichaamsgericht werk neemt het nu over. Maar boeddhisme werd niet als religie beschouwd. Maar dan vallen termen als filosofie of levenswijze. En dat had ermee te maken dat in het boeddhisme God niet centraal stond en staat. En dat is waar. Ja. Het goddelijke staat niet centraal. Dat wil niet zeggen. De claim gehoord dat er geen God is binnen het boeddhisme. Ja, het zit er juist helemaal vol mee. Okay. Chock vol. Alleen, we zijn er heel selectief in het Westen mee omgegaan. Goden doen niet mee. We hebben al die goden eruit gelaten. Dus wij zeggen dat het boeddhisme atheïstisch is. Terwijl als je in Azië komt, zit chock vol goden. Als ik met mijn toeristen in een boeddhistische tempel sta, dan komen een heleboel goden tegen. Ook op de markt waar ze de beelden verkopen, staan heel veel godsbeelden. En dan zeggen de mensen in mijn groep, ja, maar ze geloven toch niet in God? Dit is toch inconsequent? Dan gaan wij witneuzen weer uitmaken wat die mensen moeten doen. Als op de markt staan in India. In Thailand bijvoorbeeld, waar heel veel hindoe-goden altijd meedoen in de tempels. Dat mag dan niet, want ze zijn boeddhist en dus mag God niet meedoen. Dat maken die mensen zelf van uit. Mm. Dan ben je dus heel erg oordelend vanuit een soort norm die wij hier bedacht hebben, beoordelen wij andere volkeren. Ik ben in Sri Lanka een keer een monnik tegengekomen, die sprak goed Engels, die zei een beetje vermoeid, waarom vraag je het altijd of boeddhisme een religion is? Dan zeg ik, ja, dat komt omdat we al die verschillende woorden hebben. Religion is, of spirituality is tegenwoordig een kwalificatie. Mm-hmm. Ja, dat vinden we mooier dan religie. Spiritualiteit vinden we een mooie term. Filosofie vinden we een mooie term. Maar religie, ja, dan moet je weer dingen geloven. Mm. En zegt men heel vaak, bij boeddhisme hoef je niks te geloven, want je ervaart het. Maar dan gaan we alweer. Dat is alweer een hele lastige kwestie dit. Maar deze monnik zei tegen mij, ik word er zo moe van. Waarom mogen de andere vier... Hindoeïsme, christendom, jodendom, islam wel een religie zijn. En mogen wij alleen maar een filosofie zijn, of een way of life, of spirituality. We willen ook een serieuze religie zijn. Hmm. En het is natuurlijk zo, dat denk ik... Dus waar wij hier zeggen, het is geen religie, omdat we denken, omdat we vinden, dan is het beter. Beter is dat juist daar een disqualificatie. Ja. Als wij vasthouden aan het geloof in 5 wereldreligies... wat we dus in het Westen heel duidelijk doen. Dat geloof in 5 wereldreligies, dat er 5 wereldreligies bestaan, is trouwens een product van de koloniale periode. Hè? Mm. Dat is echt zo, toen men de koloniën in het gedachtegoed van de koloniën in kaart ging brengen. Toen kwamen de verhalen over 5 wereldreligies. Als je zegt 5 wereldreligies, dan zeg je dus ook dat de oude Amerika's, Noord- en Zuid-Amerika en Afrika, voor de komst van het christendom geen religie hadden. Nou ja zeg, dat zijn waardeoordelen. Alsof die mensen niks geloofden. Want de wereldreligies, de vijf waar we het altijd over hebben, zaten niet in Afrika. Ja, de islam zat natuurlijk in Noord-Afrika. Ja. Maar niet, ja, op Zuid-Sahara een beetje, maar niet helemaal in het diepe zuiden. En Noord- en Zuid-Amerika helemaal niet. Wat voor religies zaten daar dan? Ja, God, de Maya's, de Inca's, Noord-Amerikaanse, de Native Americans. Die allerlei shamanistische rituelen, geloofsvoorstellingen hadden. Dat ze allemaal geen religie zijn. Mm. En tegelijk hoor je zeggen, religie is deze mens eigen.
Hè, dit type mens eigen. Maar volgens mij is, ik zou zeggen, die verdeling van vijf religies gaat om de huidige bestaande vijf religies, grootste. De vijf grootste, maar zelfs dan. Hè? Maar dat we dus in die vijf geloven, is in de koloniale tijd ontstaan. Ja. In die tijd. Dus we plukken die erfenis, wat dat betreft. Er zijn zo godsdienstwetenschappers die zeggen, we moeten dat gewoon loslaten. Als ik de religies van Azië opnieuw zou mogen indelen, dan zou ik een aparte religie maken van het goddelijk koningschap. Het goddelijk koningschap. Ja, de koning die als vertegenwoordiging van de bovenwereld, mm-hmm, en vertegenwoordiging van de hoofdgod of iets dergelijks op aarde zijn pendant is. De keizer van China, mm-hmm, die regeert als de poolster. De poolster is het centrum van de nachtelijke hemel. Alle sterren draaien daaromheen. En zelfs de swastika is ontstaan alle waarschijnlijkheid met sterren weer het grote beer verbonden aan de poolster in de vier stadia van de nacht. Mm-hmm. Alles draait om de keizer, zoals de sterren draaien om de poolster. Mm. En de koningen van Cambodja, de koningen van Thailand, dat zijn goden. Op het ogenblik hebben we in Thailand Rama de tiende, hè, waar Sri Lankan. Nou, die heet niet voor niks Rama. Rama is de incarnatie van de hindoe-god Vishnu, op aarde verschenen om het boeddhisme te beschermen. Een hindoe-god die op aarde verschijnt om het boeddhisme te beschermen. Zo kan ik talloze voorbeelden geven. Dus die verdeling van vijf religies is eigenlijk klopt niet helemaal, want nee, het is gemaakt door mensen die er buiten stonden en eigenlijk niet een goede interne kennis hadden van de verschillende religies. En hun eigen criteria op de religie loslieten. Bijvoorbeeld God, heilige schriften. Mm-hmm. Want van de drie oude religies, Jodendom, Christendom, Islam en die volgorde, kenden we allemaal een oud en een nieuw geschrift. Mm. Van het... Heeft de Koran ook een oud en nieuw geschrift? De Koran en de Hadith. Ja? Oh, de Hadith. Dus, het loopt niet helemaal parallel, maar een beetje wel. Hè? Ja, zo en zo heeft het Jodendom de Torah en de Talmud. Mm-hmm. En het Christendom Oude Nieuwe Testament. Mm-hmm. En ze hebben allemaal twee van die geschriften. Dus wat deed men in Azië? Men ging bij het hindoeïsme ook dat zoeken. Nou, een oude heb je zo gevonden, de Weda of iets dergelijks. Maar de nieuwe, dat was ingewikkeld. Ja. Het idee was, dat is hun religie. Dat horen ze allemaal te hebben. Ja. Dat hebben de drie oude ook, dus moeten zij ook hebben. Ja. Dus wat kreeg je? Ja, de Weda. Ja, oké, nou een nieuwe. Uiteindelijk zei dan maar de Bhagavad Gita. Nu heeft de Bhagavad Gita de naam Nieuwe Testament van het hindoeïsme. Maar zo koloniaal als wat, om het zo te zien. En wordt dat op dit moment nu ook zo vanuit daar ervaren, van binnenuit? Ja. Dus dat die koloniale categorisering in principe... Heeft wel vrucht gedragen. Nu is de Bhagavad Gita... Heeft dat negatieve effecten voor de religie of voor de zienswijze? Voor de beeldvorming. En ook voor wat men met teksten doet. En ook... De Bhagavad Gita wordt door heel veel mensen als een hele fraaie tekst zien over de onsterfelijkheid van de ziel en het goddelijke, et cetera. Maar het is ook een tekst die het kastenstelsel in stand houdt. Het kastenstelsel. Dat staat er letterlijk in. Je moet de dharma van jouw positie, van jouw kasten, goed doen. Het is beter om die van je eigen positie slecht te doen dan die van een ander goed. Nou ja, zeg. Bij iedere stand, bij iedere kaste hoort een specifieke dharma. Brahmanen doen de rituelen, ksatria's verdedigen het land, vaishya's zijn handelaren en boeren, shudra's zijn de dienaren. Als je in zo'n club geboren bent, moet je die verplichtingen doen. Ja. En het is beter om die slecht te doen dan die van een ander goed. Dus als je moet je binnen je kast gedragen. Binnen je kast gedragen. Dus binnen het boeddhisme is het niet, er is geen gebrek aan hiërarchie, er is juist een heel sterke hiërarchie. Heel sterk hier. Ja, dit is weliswaar hindoeïsme. Sorry, Maar boeddhisten in India deden daar ook aan, hoor. Ja. Dus boeddhisme is niet anti-kastenstelsel. Dat denken mensen heel vaak, maar dat is helemaal niet waar. De Boeddha was tegen kasten binnen zijn monnikengemeenschap. Mm-hmm. Maar niet als het ging om de gewone lekenaanhang. Daar werden de kasten gewoon gehandhaafd. Mm. Maar er is ook een heleboel wishful thinking dat de Boeddha tegen het kastenstelsel was. Nee, dat blijkt nergens uit. Dat is iets wat men heel graag wil en wat... De theosofen zeiden dat weer. Ja, mij hebben de theosofen en de naties, die hebben het altijd gedaan, hoor. Dus daar komt het uit voort. En het komt ook voort uit Ambedkar. Ambedkar was een politicus, die zat in de kabinetten van Gandhi. Mm-hmm. Hij was zelf van hele... dat was niet Gandhi, maar Nehru, want Gandhi was toen al doodgeschoten. Maar hij zat in hele lage kasten, de maagkasten. En hij was bijzonder intelligent, opgepikt door een van zijn leraren, die hoogkasten was. En hij heeft in Amerika gestudeerd, et cetera. Werd een van de ministers in het kabinet Nehru. Mm-hmm. En hij was van lage kasten. Zijn personeel,
op zijn kantoor, wat van hogere kasten was, gaf hem de documentmappen nooit in handen, maar liet het op de tafel vallen, want de onreinheid werd anders overgedragen. Mm. Terwijl die man wel de minister was. Nou, deze Ambedkar was ervan overtuigd dat de Boeddha anti-kasten was, en hij is vlak voor zijn dood, heeft hij zich bekeerd tot het boeddhisme. En nu kom je in India nog wel eens boeddhisten tegen. Indiaanse boeddhisten zijn bijna altijd volgelingen van Ambedkar, maar daarmee ook bijna altijd mensen van extreem lage afkomst. Ja. Dat wel. Dus wat je ziet in principe is dat die theosofen een idee hadden over gelijkwaardigheid en dat soort dingen. En dat projecteerden op het boeddhisme. Ja. Waar ik benieuwd naar ben is, wat is de rechtvaardiging van zo'n kastenstelsel? Dus waarom is het belangrijk dat het er is? Wat doet dat voor de wereld? Waarom vond Boeddha dat belangrijk dat je je daaraan houdt? Ja. En hoe hebben die theosofen dat verwaarloosd? Hoe hebben ze dat niet erin kunnen zien? Ja, waar het kastenstelsel vandaan komt, het is natuurlijk veel ouder dan het boeddhisme zelf. Associeert ook met name met India, Nepal en zo. Hè? Want de plek waar het boeddhisme nu zit, het boeddhisme is in India natuurlijk bijna uitgestorven. Je hebt nu die nieuwe bekeerlingen van Ambedkar die ik net noemde. En je hebt Tibetaanse vluchtelingen. Maar voor de rest kom je weinig boeddhisme tegen in India. Dus India is met name hindoe, moslim en enkele christenen en zo. Maar wat boeddhisten zijn er wel. Maar het kastenstelsel was in de tijd van de Boeddha heel gewoon. Dus men geloofde in die verdeling in 4 grote standen. En nog een club daaronder dan. En die waren verder verdeeld in de kasten en subkasten. Wat in India nog steeds heel erg speelt. He, in de grote steden verandert dat wel. Het platteland is nog gewoon even conservatief als 2-3 eeuwen terug. Dat maakt niet uit. Het was de natuurlijke ordening. Dus voor de Boeddha zal het heel moeilijk zijn geweest om buiten kasten te denken. Ja. En waarom is het de natuurlijke ordening? Dat is, dat gaat terug op dat gaat de prehistorie in. Zoals het hier in de middeleeuwen ook bestond, hè? Ja. Standenstelsels. Dat is haast niet meer aan te wijzen. Je kunt. Er is een hymne in de Veda die spreekt over het ontstaan van de kasten. Maar dat is niet de oorsprong, dat is eerder een verhaal achteraf om te verklaren dat het zo is. De Boeddha vond het ontstaan van de wereld een zeer oninteressante vraag. Heeft hij nooit antwoord op willen geven. Hoe het nou toch zo gekomen is. En op een bepaald moment zijn 2 van zijn leerlingen, dat waren Brahmaanse leerlingen, zijn uit hun kasten gegooid. Omdat ze volging waren geworden van de Boeddha. Dan begint de Boeddha een heel verhaal, de Aganya Sutta, over dat wat onbekend is. Hoe de wereld tot stand is gekomen. Dan komt er een totaal andere oorsprong van het kastenstelsel dan wat het hindoeïsme vertelt. Het hindoeïsme vertelt, de Brahmanen komen uit de mond van het grote wezen, hè, van God voort. Ja. Daarom spreken zij de waarheid. De adelstand komt uit de armen voort, daarom verdedigen zij. Handelaren en boeren uit de dijen en daarom voeden zij, et cetera. En de shudras uit de voeten, daarmee zijn ze de dienaren van de rest. Ja. De Boeddha zegt, nee, het was een functionele verdeling. Gewoon omdat dat nou eenmaal nodig was. Er moest iemand zijn die de wetten bekeek. Iemand zijn die voedsel produceerde. Iemand die de teksten reciteerde. Gewoon puur functioneel. Ja. Maar waarschijnlijk is die tekst van de Boeddha een persiflage op de Vedische hymne. Maar de Vedische hymne verklaart, maar is een verklaring achteraf. Ja. Het was gewoon zo. En hoe het kastenstelsel is ontstaan, het gaat op zeer oude tijden terug. Volken die elkaar tegenkwamen. Volken die anderen overwonnen. Functionele verdelingen. De bevolking die veeteelt deed, de ene groep deed veeteelt, de andere groep deed landbouw. Dat soort verdelingen. Hmm. Bepaalde mensen in de stad deden ambachten, et cetera. Het heeft waarschijnlijk met dat soort zaken te maken. Okay. En uiteindelijk zijn dat aparte groepen geworden die reiner of onreiner zijn. En onder elkaar huwen bijvoorbeeld. En je huwt binnen je kasten. Hmm. Je hoort niet buiten je kasten te huwen. Hmm. En vandaar ook dat de huwelijken in India altijd zo ongelooflijk complex zijn. En waar komt dat idee van die reinheid vandaan? Ja. Want in een functionele verdeling is het zo dat iedereen zijn rol vervult in principe. Ja. Zonder voeten kun je niet lopen, ook al wordt het meest vies. Ja. Toch gaat het een rol spelen. Dus iemand die de laagkastenmensen die de wc moeten schoonmaken, dat zijn absoluut laagkastenmensen, die zijn onrein. Hmm. Een menstruerende vrouw, hoe hoog van kasten ze ook is tijdens de menstruatie onrein. Hmm. Mag de tempel ook niet in. Hmm. Ja, dus reinheid is ook iets wat je niet altijd belichaamt, maar een laagkastenpersoon kan nooit reinheid belichamen. Hmm. Hoogkastenpersoon kan dat wel, maar kan die reinheid wel tijdelijk kwijtraken door bepaalde dingen te doen die niet horen of die nou eenmaal moeten, maar dat kan. Ja, dat zijn hele oude ideeën. Ja. En daar is niet meer één oorsprong van te geven. Tenzij je weer gaat geloven dat inderdaad de Brahmanen uit de mond van het grote wezen komen. Ja, dan moet je weer gaan geloven. Hè? Kijk, dat gingen we niet doen. Dat gingen we niet doen. Ja. Nee, want dat, ja. Het is, ik ervaar het niet als een handicap of zo. Nee, geloof, maar het is intussen wel zo. Ja.
En hoe hebben dus die theosofen dat in principe eruit gehaald? Want ja, de hele samenleving het, is het doordrenkt van. Ja. Toch? Ja, de theosofen trokken op met hervormers van de toenmalige Hindoe-samenleving. Mm. Dus bijvoorbeeld Dayananda Saraswati, die kwamen ze tegen. Die had in 1875 de Arya Samaj opgericht in Mumbai. Mm. En de Arya Samaj is tegen kasten, is tegen onreinheid. En Dayananda Saraswati had gezien in zijn jeugd in een Shiva-tempel hoe een rat over het beeld, de linga, de phallus van Shiva heen liep. Mm. Dat is nou een god die dat toestaat, daar geloven wij niet in. Mm. Dus Dayananda was tegen beeldenverering, hij vond dat grote poppenkast. Hij was tegen dat vrouwen onrein zouden zijn tijdens de menstruatie, tegen kastenstelsel. Terug naar de basis, terug naar de Veda's, hetgeen in zijn geval met name betekent de Upanishads, de mystieke filosofische teksten. Dat was de oriëntatie, daar moest je naar terug. Dat was dus een hervormer, die op zich niet gruwelijk veel aanhang had in India zelf. Maar daar kwam Blavatsky en Olcott mee in contact. Mm. Denkend dat dat een oude essentie zou zijn. En net als de yoga we het eerder over hadden, de Arya Samaj van Dayananda Saraswati is een nieuwe beweging met oude wortels. Mm. En dat zie je zo vaak. Het is een oude kern, daar grijpen ze op terug. Een oud zaadje, om de term kern toch maar even te vermijden. En daar wordt een connectie naar gezocht. Nou, dat kwamen Blavatsky en Olcott tegen. Blavatsky en Olcott hebben ook, de theosofie heeft ook veel invloed gehad op bijvoorbeeld Mahatma Gandhi. Mm. En Mahatma Gandhi was niet tegen het kastenstelsel, dat denken mensen heel vaak, dat was niet zo. Hij was tegen discriminatie op basis van kasten. Maar hij vond kasten te India's om het af te schaffen. Mm. Ik zeg studenten wel eens, het is voor ons even moeilijk in een kastenstelsel te geloven als voor Indiërs om in gelijkheid van individuen te geloven. Mm. Rituele reinheid. Rituele gelijkheid, hè? Want die rituele reinheid speelt gewoon een hele grote rol. Het gaat terug op bijzonder oude tijden. Maar goed, de theosofen gingen daar dus traden in contact met hervormers. En die beschouwden het kastenstelsel vaak als een verwording van het hindoeïsme. Zo was het niet bedoeld. Hetgeen heel veel mensen nog steeds op die manier zeggen in India. Tot het aankomt op het huwelijk van hun dochter of zoon. Dan moet er toch weer iemand van de gelijke kasten komen. Ik heb hier ooit meegemaakt op de universiteit. We hadden een tijdje Dalit-theologen. En Dalits zijn de echte kastelozen, of de standlozen moet je zeggen. Helemaal onderaan. Nou, Dalit-theologen kwamen hier, het waren vaak christenen. En die kwamen hier promoveren op een soort bevrijdingstheologie. En zoals die in Zuid-Amerika bestond. Je kunt natuurlijk met de Dalits kun je precies zo bevrijdingstheologie construeren. Nou, die kwamen hier. En die begeleiden wij en zo. Maar het waren vaak hele rijke Dalits. Ja. Want het kastenstelsel heeft niet zonder meer met rijkdom te maken. Er zijn hele rijke kasten. Maar die kom je in alle groeperingen tegen. Nou goed, we moesten op de universiteit weer eens verhuizen. Om de paar jaar moet je al je boeken inpakken en verhuizen naar een andere kamer. Dus ik stond mijn boeken in te pakken. De theologen liepen over de gang. De Dalit-theologen zagen mij daar in het zweet des aanschijns mijn boeken inpakken in dozen, et cetera. Het heeft lang geduurd voordat ik het respect terug had. Want, waarom? Ja, daar heb je personeel voor. Ah. Dat laat je laagkasten mensen doen. Terwijl ze zelf laagkasten mensen waren. Ja. Maar hele rijke. Ja. Dus zelfs ze zagen mij daar. Ik was toen nog geen hoogleraar, maar als associate professor en zo. Mijn eigen boeken inpakken. Nou ja, zeg. Dus dan zie je hoe geïncorporeerd dat kan zijn. Mm-hmm. Mijn argumenten werden tijdens de discussies over de promotie lange tijd niet meer serieus genomen. Omdat je eigen boeken inpakte. Omdat je eigen boeken stond in te pakken. Waarom niet dat lang? Waarom heb je daar geen personeel voor? Waar waren de studenten in de tijd die je kon... pak mijn boeken in. Ja, nee, ja. Zo werkt Nederland niet. Hè? Ja, nee, je staat je eigen boeken in te pakken. Dan moet je maar niet verhebzuchtig zijn met al die boeken. Ja, kijk, dat. Ja. Dat is in onze cultuur ook zo. Ja. Daar heb je geen vaste kastenstelsel. Maar daar is het ook van... de oudere persoon in de kamer hoort niet degene te zijn die het zware werk doet. Nee, precies. En dat wordt dan... Maar dan is het ook meer heel, heel sterk dat juist van mij dan als jonge persoon verwacht wordt dat ik het werk uit handen neem. Ja. Dat heeft mijn moeder een goed handje van. Help even, ga helpen. Ja. Doe even. Ja, klopt. Ja, terwijl je dan in Nederland soms weer krijgt, dat kan ik heus zelf toch wel hoor. Ja. Dus ook als je in de bus opstaat voor iemand,
is altijd een beetje moeilijk inschatten van, wordt dat nou gewaardeerd of niet? Of niet, inderdaad, ja. Omdat sommige mensen vinden dat dan wel plezierig en anderen denken, zo oud ben ik nog niet. En wij hebben natuurlijk heel erg dat we zonder meer met ouderdom associëren en niet met respect. Mm. Ja, want je kunt voor iemand respect hebben gewoon op basis van, ja, die is wat ouder dan ik, nou gaat hij toch zitten. Maar soms wordt het niet gewaardeerd, krijg je zo'n blaf terug. Of mensen aanspreken met u. Ja, ook zo een. Dus, ik heb het bijvoorbeeld ook zelf heel lang over gedaan om te beseffen ten eerste dat oudere mensen het vaak niet prettig vinden om met je aangesproken te worden. Ja. En daar nog langer over gedaan om het ook daadwerkelijk te doen. Omdat ik zo erg gewend was en geleerd had van iemand die ouder is dan jij, daar moet je stil bij zijn, moet je naar luisteren en moet je vooral heel respectvol behandelen. Ja, zo ben vooral ik ook. Geen dingen laten dragen. Nee, zo ben ik ook opgevoed in het oude Brabant. Zo was dat. Waar ik ook naar benieuwd ben, is hoe zit dat... eerst een andere vraag. Is het boeddhisme vredig of juist niet? Nee. Totaal niet, toch? Nee, dat denken we eerst. Het is ook zo'n theosofische erfenis. Ja, don't blame it on the sunshine, don't blame it on the good time, don't blame it, blame it on the theosofen. Nee, dat is weer een beeld wat opgeroepen is door de theosofen. Ja. En uiteraard ook door de Dalai Lama. Die altijd praat over wereldvrede, allemaal hele mooie boodschappen. Ja. Maar het zijn mensen. Dus ik hoor ook prominente mensen in Nederland zeggen, nee, boeddhisme is de enige religie. Dan is het opeens, valt het woord religie opeens weer. Hè? Ja. Waar nog nooit een oorlog door geïnstigeerd is. Die nooit aanleiding is geweest tot een oorlog. Dan denk ik bij mezelf, read history. Lees een geschiedenisboek. En met name over Tibet en Japan, et cetera, en China en India. En kijk eens hoeveel voorbeelden er zijn, want het zit er vol mee. En wanneer is iets een boeddhistische oorlog? Dat is natuurlijk altijd een beetje een moeilijk punt. Hè? Ik vind dat criterium is als monnik het legitimeren. Mm. Ja, want in een oorlog ga je niet zomaar om een religie beginnen. In een oorlog begin je nog als een keertje om dat je een bepaalde haven wilt hebben of zo. Of een handelsroute wilt controleren. Daar is maar, religie is een goede dekmantel daarvoor. Mm. Bezit van relieken, reliquieën van de Boeddha. Dat is vaak een hele goede legitimering geweest voor oorlogen. 1057 na Christus, koning Anuvrata van Bagan, viel de havenstad Taton aan. En dat deed hij omdat hij was bekeerd door Ashin Wiratu, een boeddhistische monnik die op Sri Lanka was geweest. Nou, die had Anuvrata bekeerd tot het pure Theravada-boeddhisme, wat dan in die tijd speelde. Nou, Anuvrata vraagt om Pali-kanons, boeddhistische geschriften van Taton, en hij vraagt om, Pali-kanons wil niet hebben. Nou, die kreeg je niet. Dan kom ik ze wel halen. Nou, hij valt aan. En voert al die Pali-kanons af op 30 witte olifanten. En ook de koning en koningin van het hof daar neemt die mee naar Bagan, naar zijn stad. Mm. Dat is een boeddhistische oorlog. En daar zijn talloze voorbeelden van. De Dalai Lama associëren we nu met wereldvrede. Mm. Maar in het verleden absoluut niet. De vijfde Dalai Lama in de 17e eeuw. Zat in China-Mongolië, heeft steun gekregen van Mongoliërs en Chinezen. Daarmee heeft hij centraal Tibet veroverd. Daar ligt ook de claim van China op Tibet, die stamt uit de 17e eeuw. Die voerde de ene oorlog naar de andere. De 13e Dalai Lama stond bekend als de Bodhisattva Warrior. Die heeft een keer een regent laten executeren door hem een touw om zijn hoofd te laten binden, met twee knopen in laten aandraaien. Eén oog sprong spontaan uit, het andere oog moest met een mes uitgehaald worden. Ja, so much for peaceful Buddhism. En daarom staan we nu ook zo te kijken. Ik moet voortdurend op de radio komen zo om te vertellen over die Rohingya-crisis. Mm. De Rohingya's in Myanmar. Ik ben een paar keer in dat gebied geweest. Uitermate vriendelijke mensen, niks mis mee. Leuke Bengalis en zo. Veel mee te maken gehad. Nou, nu zijn dat de vijanden. En boeddhisten, de monnik Ashin Wiratu, die zit achter die strijd aan. Die zit achter die zit dus echt te stoken, boeddhisten tegen die Rohingya's. Nou, daar is die hele strijd uit voortgekomen. Mm. En, dus dat is echt een boeddhist die oproept tot geweld? Ja, boeddhist die daarmee begonnen is, die oproept tot geweld. Mm. En, ja. Ja, maar dat is niet de kern van boeddhisme. Hè? Oh ja, daar gaan we weer. Nee, het mag de kern niet zijn, maar ja, het Humanistisch Verbond had vroeger ooit een slogan. Fighting for peace is like fucking for virginity. Mm. En voor je het weet, belichaam je wie je nou net niet wilt zijn. Mm. En dat gaat mis. Dat gaat mis. Binnen de kortste keren ben jij de persoon, heb je de ideologie,
of de uiting daarvan, mm-hmm. die je juist aan het bestrijden was. En dat gebeurt heel geregeld. Mm. Dus je vecht voor een pure wereld, maar daartoe hanteer je geweld. En Mahatma Gandhi heeft ooit eens gezegd, zijn uitspraak, even kijken of ik nog precies goed weet. Ben je bereid voor de waarheid te vechten? Ben je bereid voor de waarheid te sterven? Ben je bereid voor de waarheid te doden? Kijk, en daar zit een grens. Hmm. Dat is heel interessant. Nou, hij vond dus vechten oké, okay, sterven oké, okay, maar doden, dat gaat te ver. Maar het is een interessante vergelijking, hè? Wat hij daar dan naar voren brengt. Hmm. Ben je bereid ervoor te vechten? Bereid ervoor te sterven? Bereid ervoor te doden? Want dat is een dimensie verder. Hmm. Maar om boeddhistische heilige oorlogen aan te wijzen, mijn hemel, koning Duttagamani van Sri Lanka toen de tijd, 2e eeuw voor Christus, die de Tamil koning Ellara bevocht. Mm-hmm. En de vader van Duttagamani vond Ellara zo'n goede koning, dat zei tegen zijn zoon, je moet je nooit richten tegen die koning. Nou, toen Duttagamani zelf sterker werd, toen heeft zijn vader nog vrouwenkleren gestuurd, want hij vond zijn vader een impotente koning. Uiteindelijk is hij tegen Ellara ten strijde getrokken, met een reliquie van de Boeddha op de top van zijn lans. Mm. Dus je zegt, de Boeddha ging altijd over vrede, maar toch het lichaam van de Boeddha, de lichaamsresten, kon je ook inzetten om te strijden. Dus met dat reliek op de top van zijn lans heeft hij Ellara uiteindelijk verslagen in een tweegevecht. En heeft de koning wel keurig laten begraven, mm-hmm. maar er zijn genoeg voorbeelden van boeddhistische oorlogen. Ja. Ook groepen onder elkaar, hè, in Tibet. De Dalai Lama tegen de Shabdrung en zo. En de Shabdrung tegen 5 andere opponerende lama's. Ze hadden complete legers onder elkaar. Hmm. Het is in Tibet zelfs dusdanig. Tijdens de culturele revolutie zijn veel door de Chinezen, maar ook door Tibetanen zelf, veel kloosters afgebroken in Tibet. Het afbreken van elkaars kloosters is bijna behoud van traditie. Hoe cynisch dit ook mag klinken. Hmm. Dus ook elkaars... tradities kapot maken, ja. En architectuur, ja. En dergelijke. De Thais en de Laotianen onder elkaar. Als je in Vientiane komt, de hoofdstad van Laos, daar heb je een hele mooie tempel, de Wat Pakeo. Daar staan hele mooie bronzen beelden. Mm. Als je goed kijkt, dan zie je dat ze allemaal kieren, dus bijtelsporen op de oogleden hebben. Daar hebben de Thais de ogen uitgehaald, die beelden. En ze hangen hetzelfde boeddhisme aan. Dus het is echt hetzelfde boeddhisme. Maar je breekt de kracht van een andere koning door zijn boeddha-beelden kapot te maken. En dat is heel veel gebeurd. De Burmezen hebben de boeddha's van Thailand weer kapot gemaakt. En dan zie je ook altijd die beelden op dezelfde plek zijn kapot gemaakt. De borst, de linkerbovenarm en het hoofd. Daar zitten de power-objecten. Hmm. De relieken, de schatten zitten altijd op die plekken. Je ziet ook altijd boeddha-beelden als ze beroofd werden. Leeg gaat er altijd daar, daar en daar. Dat zijn de plekken waar ze werden opengebroken. Ja. Ja, we maken vaak het argument dat religies gebruikt worden om mensen te vermoorden. Dat er alleen maar slechte dingen uitkomen. En dat vooral het christendom daar de schuld aan heeft. En vooral de islam daar de schuld aan heeft. Ja. Maar ook het boeddhisme, de Azteken, ook de Maya's. Oh ja, ze konden het allemaal. Ze maakten elkaar allemaal af. Ja, je legitimeert. Maar ik zou zeggen, wij maakten elkaar dood voordat überhaupt religie er was. En we gaan elkaar nog lang doodmaken nadat religie er is. Ja, we onderbouwen het met religie. Ja, dus wellicht is het, en mijn vader heeft het een keer gezegd, het is niet zo dat religie mensen ertoe zet om elkaar te vermoorden. Het is dat religie mensen niet kan weerhouden van elkaar te vermoorden. Ja, het is eerder dat. Ja, ja, dat is jammer, hè? Inderdaad. Ja, ja. Ik denk wel eens bij mezelf dat we nog steeds, we wonen inmiddels niet meer op de toendra's, et cetera. We wonen in de betonjungle. Moeder aarde, vader beton en zo, daar wonen we. Maar op een bepaalde manier hebben we nog steeds een mentaliteit alsof we op de toendra wonen. Mm. Dus achter iedere struik kan een holenbeer of een wolharige neushoorn zitten of een nare stam die ons wil doodprikken. Dus we hebben nog steeds een vijandsbeeld in ons hoofd. We voelen ons voortdurend bedreigd. Mm. En bij gebrek aan een echt reële vijand gaan we hem creëren. En gaan we een ander demoniseren. Op donkere momenten denk ik dat wel eens. Mm. Het is waarschijnlijk een veel te simpele theorie om ons gedrag te verklaren. Maar we hebben een vijandbeeld in ons hoofd. Dus ons verstand of ons geheugen loopt misschien wel achter bij de samenleving waarin we lopen. Mm. Waarin we leven. Misschien hebben we nog steeds een tundra in ons hoofd. Mentaliteit. Inderdaad. Tundra mentaliteit. Ja. Ja. Je noemde ook de Dalai Lama net. En wat me ook opvalt is dat de Dalai Lama echt een persoon is die echt veel reverence heeft. Ik weet niet of het Nederlandse woord daarvoor. Ja, eerbied, respect. Veel eerbied, respect. Voor veel dingen gevraagd wordt. Ja.
Maar het is in principe gewoon een monnik. Of, het is gewoon een monnik. Het is niet iemand die per se enorm goed gelezen is in de problematiek waar hij voor gevraagd wordt. Of zie ik het verkeerd? Nee, dat zie je goed. Nee, zeker niet. Ik kom natuurlijk vaak bij mensen thuis en dan zie ik ook vaak boeken van de Dalai Lama in de kast staan. Mm. Dan zie ik altijd dat de eerste 20 pagina's gelezen zijn, de rest niet. Mm-hmm. Oh, je ziet dan natuurlijk dat. Ja. Ik ben al wel bezig mijn eigen gelijk te onderbouwen natuurlijk. Ja, zie je wel, dacht ik het niet. Mama. Maar pas was hij weer in Nederland. Hè. De tentoonstelling in Amsterdam heeft hij geopend, 15 september. Ik was bij de opening. De man is zo onvoorstelbaar oud inmiddels en zo breekbaar. Mm. Hij moest dus ook op bepaalde problemen reageren. Die spelen dus bijvoorbeeld robotisering van de samenleving. En op moeten we het leven nou oneindig rekken van mensen. En ik merkte eigenlijk, hij is zo oud. Je moet deze man niet meer de wereld overvliegen. Mm. Je moet hem gewoon in Dharamsala laten. Hij wil in de tuin zitten. Een beetje met kinderen praten, met de kat spelen, mediteren en thee drinken. Dat moet je hem ook gunnen. Mm. De man is op. Mm. Ik schrok ervan hoe oud hij was geworden toen hij dus door de kerk liep. En je moet deze man met rust laten en niet meer vragen voor dit soort dingen. Maar hij hield zijn antwoorden, hij ging op bepaalde dingen in. Maar je merkte ook dat hij op bepaalde momenten gewoon terugvalt op zijn stokpaardjes. Mm. Dan begint hij weer over, let the human meditate. Nothing can beat human mind. Dat soort dingen, die zegt hij al jaren. En god ja, dat mogen grote wijsheden zijn. Tenminste, mensen zien dat zo. Maar hij leed af en toe ook, naar mijn idee, wat ik van mijn eigen ouders en oudere mensen ken, op bepaalde vorm, op bepaalde manier van aanzenderverlies. Dan raakte hij de draad van het gesprek kwijt en begon over de stokpaardjes. Mm. Goed. Het zijn ook onderwerpen waar hij langzamerhand ook, dat kan hij helemaal niet meer volgen. En wat me dan opvalt is hoe het publiek in de kerk met zo'n man omgaat. Op een gegeven moment zit hij zo naar voren. Hoe? Dat ken ik ook van oude mensen. Die zijn doof. Die gaan dan zo beter zitten luisteren. Bij hem wordt gezegd, kun je zien hoe mindful hij is. En dus er wordt heel anders geduid. Ja. Omdat hij projecteren wederom een romantische. Ja. En bijvoorbeeld ook, ik sprak daarna iemand met wie ik vaak heb gewerkt. Die, als hij naar mijn idee leed aan zenderverlies, gewoon wat anders ging zeggen, wat eigenlijk niet zoveel te maken had met dat onderwerp. Mm-hmm. Toen zei hij, het valt me altijd op hoe snel hij associaties kan leggen. Mm. Je denkt, zo kun je het uiteraard duiden. Dus het viel me echt op, de hele socialisering van zo'n persoon, de socialisering van ook zo'n bijeenkomst, bepaalt heel sterk hoe de waarneming is van een persoon met zoveel gezag. Ja. Ik had hem eerder wel eens meegemaakt. Lang geleden alweer hoor, 2005 of zo. Toen was hij een stuk helderder dan nu. Ja, wat wil je? De man is 84. Moet je ons eens zien tegen die tijd. Hoe is nog maar afwachten hoor. Ja. Zou je niet kunnen zeggen om voor hem te spreken om deze vraag te beantwoorden over robotiseren in de huidige actuele problematiek, dat we even afstand moeten nemen en inderdaad gewoon moeten mediteren? Zou mooi zijn. Dat zegt hij ook wel. Ik bedoel, dat kan. Maar dat kunnen wij ook zeggen. Ja. We hebben het er eerder over gehad. De drukte in ons bestaan impliceert dat we heel vaak stilte aan het zoeken zijn. Ja. Maar als hij het zegt, dan voegt het natuurlijk een heleboel gezag toe. Ja, ja, ja. Maar bijvoorbeeld wat hij ook deed, hij heeft dus, het was op de dag zelf of de dag daarvoor, heeft hij de slachtoffers ontmoet van seksueel misbruik door boeddhistische leraren. Want dat was ook zo'n enorme ontdekking in Nederland toen dat gebeurd was. Dat je denkt, wat is nieuw, wat is different, zijn mensen. Dus je hebt gezagsverhoudingen, dan gebeurt dat. Mm. Dat weten wij uit andere onderzoek ook wel, dat gebeurt. Mm. Niet alleen het christendom dat gebeurt op allerlei plekken. Mm. Dat heb je, dat gebeurt. Mm. Boeddhistische leraren zijn niet anders wat dat betreft. De Dalai Lama wist dit al heel lang. Ik wist het ook al heel lang dat dit gebeurde. En toen heeft hij slachtoffers ontmoet. Die slachtoffers zeiden achteraf, er was sprake van contact. Want af en toe, hij is natuurlijk ook, hij is oud, hij kan dat niet meer allemaal volgen. Op een gegeven moment zegt hij wel over dat het leven, over het oneindig rekken van het leven van mensen. Ja, get too many people. Let them become the monks, let them become the nun. Ja, maar daar is het misbruik aan het geweest. Hè? Mm. Dus heel sterk was dat niet. Toch kun je dat niet kwalijk nemen. Nee. De man is gewoon te oud om dit soort, je moet hem dit soort vragen niet meer stellen. Ja. Laat die man het toch gewoon, die man heeft zo'n zwaar leven. Laat hem gewoon even mens zijn. Laat hem nou gewoon.
Dus eigenlijk zeg je ook altijd gezag toekennen, al die diepe wijsheden toekennen, is ook niet prettig voor Dalai Lama zelf. Ik moest erg denken aan Johannes Paulus II toen hij zo oud was en met die staf daar ze zat te bibberen. Je moet zo'n man op geen zijn rust gunnen. En ik neem dat de volgelingen best een beetje kwalijk. Ja, maar hij is nog zo helder af en toe, jawel, maar gun hem nou ook eens een rust. Komt dat toch? Ja. Ik bedoel, wat zoeken ze zelf in het boeddhisme is rust. Nou gun het die man dan ook. Ja. Dus ik vind eigenlijk dat de volgelingen hier best een kwalijke rol in spelen. Laat die man nou toch. Ja, duidelijk. Als ik het zie, vind ik het bejaardenmishandeling. Ernstig. Ja. Zijn er nog andere romantische illusies over het boeddhisme die we de wereld uit moeten helpen? Het boeddhabeeld. Het boeddhabeeld. Oh, mijn hemel. Oh ja, maar elk huis heeft zo'n boeddhabeeld. Ja, tegenwoordig wel. De centra staan vol. Ik heb ook een boek geschreven. Je komt ze bij de Action. Ja. Bij de ACT, jongen. Daar kom je ze tegen. En zelfs zo'n aquariumpje, Boeddha erin en zo. Een paar spirituele dingen eromheen. Zo. Wow. Dan zijn de meest diepe gevoelens daarbij. Bier ook erbij, ja. Ja. Oh ja, dan betekent heel veel. Ik wil de gevoelens van mensen serieus. Nee, het is veel te makkelijk om hier komisch over te doen, terwijl dat... wel komisch is. Maar je ziet dat mensen kopen zo'n Boeddha en dat is niet zomaar een beeldje. In Azië hebben Boeddha beelden gewoon een functie. En ze herdenken vaak een overledene. Dat is vaak ook een ruimte waar een inscriptie op kan. Je hebt natuurlijk de vorstelijke Boeddha beelden, de Prakeo Boeddha, de Emeralde Boeddha die in Thailand wat Prakeo staat in Bangkok en zo, dat zijn vorstelijke Boeddha beelden. Daar ga je mee om als levende wezen, daar gebruik je speciale taal voor, et cetera. Wat zeg je dan tegen zo'n Boeddha? Je gebruikt andere woorden voor een Boeddha. Zeg je tegen een Boeddha? Of bedoel je dat niet? Ja, ik bedoel, bijvoorbeeld, er speelt die kwestie rond het kopen van Boeddha beelden in het Westen. Ja. En dan zegt men heel vaak, je mag geen Boeddha beelden kopen. Dat hoor je, je moet ze krijgen. Dat hoort bij de grotere waanzin, dit verhaal. Maar je hebt ook hogere waanzin. Hè? Dus het punt is dat je in Thai en Cambodjaans en Chinees en Tibetaans en zo andere woorden gebruikt als het gaat om het kopen van boodschappen of het kopen van een Boeddha. Dus in het Thai gebruik je voor boodschappen, ik dacht, woordje sul. En voor het kopen van een Boeddha gebruik je chao pra. En in het Cambodjaans kieu voor het kopen van een Boeddha beeld en ten voor de boodschappen. Dus je gebruikt een ander werkwoord. Dus dat betekent dat als dan iemand zegt tegen een Thaise gids die niet zo fantastisch Engels spreekt, I want to buy a Buddha image. No, you cannot buy a Buddha. Dan krijg je dat soort commentaar. You do not buy a Buddha. Buddha come to your house. En dan mensen trekken aan de conclusie, je mag geen Buddha beelden kopen. Je moet ze krijgen blijkbaar. Nou goed, dat verhaal is een heel eigen leven gaan leiden. En hier speelt het nu, je mag ze niet kopen, brengt ongeluk, bla bla bla. Ik heb veel onderzoek in Nepal gedaan onder Newaris, dus de kunstenaars daar, die dus de traditionele beelden maken en de tankas, de boeddhistische schilderingen maken. Nou, die kennen dat verhaal. Rond Bodhnaat, dat is een grote stupa in Kathmandu, heb je heel veel boeddhistische winkels. Daar komen veel westerlingen boeddhabeelden kijken. En dan vragen ze bijvoorbeeld bij een bepaald boeddhabeeld, wat kost die? En dan zegt zo'n handelaar $750. But for you, 700, hè? Because you get a very special reduction in my special fund. Yeah. Want daar is dan dan krijg je meteen dat soort discussies. Nou goed, mensen, nee, want ik koop niet, dat brengt ongeluk. Dan zegt die shopkeeper, ik weet het goed gemaakt. Op zijn toonbank staat een hele schaal met kleine boeddhetjes uit Thailand. Hele goedkope kleine boeddhetjes. En zegt hij, u koopt van mij voor $700, nou goed, 675, dit beeldje. U krijgt van mij die grote en dat kleintje geeft u in Nederland weg. Iedereen blij, toch? Nou kijk, dit soort oplossingen worden bedacht. En daar hou ik wel van, hoor. Dat vind ik wel mooi. Die hele pragmatische omgang met dit soort heilige objecten, die Azië nogal eigen is. Maar het leidt hier in Nederland toe dat er dus een hele cult zo staat. Nu, je mag ze niet kopen, moet ze krijgen. Echtparen die zeggen, ja, we geven ze aan elkaar. Weet je wel, dat soort verhalen. Maar het Boeddha-beeld is nooit zomaar een dingetje in huis of in de tuin. Hij krijgt een mooie plek in de tuin bij het vijvertje waar vroeger de tuinkabouter stond met het hengeltje. Daar staat nu een Boeddha-beeld, een paar Japanse S-doorntjes erbij, weet je wel. Wordt heel mooi aangekleed. En mensen zeggen, ja, daar ondervind ik rust van. Ik was een keer in Enschede en de buurvrouw, mijn vriend, had toen een Boeddha-beeldje in de tuin. Ik vraag daarna en ze zegt, ja, daar word ik rustig van. In Twente kan alleen op volume 12 spreken, hè? Dus nou goed, rustig van. Oké, I rest my case.
Dus dat zie je gebeuren. Die Boeddha krijgt in huis ook een mooie plek. Hè, op de piano of in de billykast. Daar wordt hij mooi neergezet. Ja. Dennenappels uit een natuurgebied eromheen. Een foto van de overleden hond. Flesje Lourdeswater erbij. Er komt zijn eigen heiligdommetje. Ja. Komt daar. En daar speelt die Boeddha een rol in. En dat mensen vertellen ook altijd dat ze een band met dat beeld hebben. Mm. Ik begeleid veel reizen naar Azië. Op Schiphol komt vaak het verhaal, Paul. Ik wil deze reis een Boeddha kopen. Nou goed, ik neem mensen mee naar zo'n Boeddha-winkels. Mooie kunstwinkels in Azië. Op een bepaald moment tref ik ze iemand aan in tranen bij een Boeddha-beeld. Mm. Het is heel vaak een emotionele reactie die zo'n beeld dan oproept. En dan vraagt ze iemand, zegt, goh, gaat het? Ja, maar Paul, dit beeld, wat is het? Ik vertel het over het beeld. Ja, maar het raakt me hier. Meteen weer het gebaren van hoofd naar hart. Mm. Ja, want het mag een vergelijking zijn, dat hebben we eerder gezegd, maar het is ook een vergelijking die een eigen leven leidt, mm. die de werkelijkheid overgenomen heeft. En daarmee is hij ook gewoon serieus te nemen. Mm. Dus dit gebaar komt, hij raakt me hier. Wat is dit voor beeld? En uiteindelijk gaat dat beeld mee in de handbagage terug naar Nederland. Wat ook gebeurt, wat ik een keertje in Cambodja heb gehad, dat een echtpaar toen zei, wat is het voor Boeddha? Ik vertel dat, wat die Boeddha is. En de vrouw van het echtpaar vertelt, ja, we hebben een hele speciale reden om die Boeddha aan te schaffen. Onze zoon is omgekomen. We willen dat dit beeld onze zoon gaat herdenken. Hmm. Ik denk, wow, dit gaat over hele diep fundamentele dingen. En dat speelt allemaal rond dat Boeddha-beeld. Hmm. Waardoor je dus ziet, de voorstelling van de Boeddha is nooit zomaar. Het zijn niet de twee cocoonganzen, hè, die in die jaren 15 geleden over aan de vensterbanken stonden. Het is een heel ander wezen. Het is een heel ander beeld dan zomaar niks. En het komt ook heel vaak voor. Ja, het is trouwens een beetje minder. Een jaar of 10 geleden kwam het nog wel eens voor. Mensen bellen me op en sturen me een foto van een Boeddha-beeld. En dan moet ik er van alles van vertellen, want het beeld is zo bijzonder. En dan zag je Boeddha bij je dacht, ja, hij is bijzonder voor jou. Mm. En dat neem ik heel serieus. Maar als beeld, als ik zeg, is dit nou kunsthistorisch gezien een bijzondere Boeddha? Nou, nee. Nee. Heel gewoon. Maar voor die persoon wel. En dat is serieus. Ja, het beeld van de Boeddha is een soort van cultureel artefact geworden in onze samenleving. Waar we van alles instoppen. Ja. Wat natuurlijk per definitie niet een probleem is. Maar wanneer we denken dat dat teruggaat naar een of andere fundamentele waarheid, is dat ver te zoeken. Want je koopt hem gewoon in de action, inderdaad. Je koopt hem gewoon. Er zijn ook heel mooie beelden. En er is ook heel veel voor te spreken om in je eigen huis een plek te creëren voor rust. Als of je dat tijd wilt, doen. Esthetisch zit ook heel goed aan elkaar. En ik, voor mij is het altijd een criterium. Maar ik denk dat mensen dat nodig hebben om te geloven dat het teruggaat naar iets diepers. Ja. Dat niet alleen iets wat ze zelf creëren. Ja, het moet ook een hele oude geschiedenis hebben. Ja. Dat is mooi. En kijk, bij dit soort dingen, mijn criteria zijn altijd, leiden andere wezens hieronder, vindt justitie het goed. Hmm. Nou, als er allebei sprake is, is er helemaal niets aan de hand. Als mensen dat willen, een mooi altaartje inrichten. Het probleem is dat het niet genoeg is voor iemand om dat te hebben. Je wilt iets wat jezelf overstijgt. Je wilt iets wat verder gaat dan alleen maar wat jij erin stopt. Ja, plus je zult het moeten kunnen uitleggen aan mensen die over de vloer komen. Ja. Die vaak een soort verantwoording van, goh, je hebt een altaartje hier. Ja, zeggen mensen dan glimlach, dan komt er een verhaal waarom dat is. En dan is vaak het verhaal van, ja, daar vind ik rust bij. Dat is te weinig. Mensen hebben behoefte om bijna een apologie te bedenken waarom ze dat hebben. Mm. Ja, ik vond het op geen belangrijk om ook iets te zeggen van, kijk, hier zie ik mezelf in terug. Mm. Dan zie je weer binnen buiten, hè? Dan komt die kwestie weer. Of, ik had op een gegeven toch behoefte om wat ik voel vorm te geven, variatie op wat ik net zei. Mm. Of, ik kwam dit beeld tegen en dat zei me iets, het raakte me zo, dat ik dacht, hier moet ik iets mee. Ja, en toen is het van het ene is het ander gekomen. Doen. Hè? Ja. Als ze dat nou willen. Ja. Als ze daar gelukkig door worden. Het belangrijkste is, je mag een Boeddha-beeld gewoon kopen. Ja. Brengt geen ongeluk. Ja, komt gewoon. Als er geen Boeddha-beelden te koop waren geweest, waren de musea een stuk leger geweest. Ja. Dus er is al jaren een grote handel in Boeddha-beelden. En nog steeds. Ja. Alleen, in taal werd het vaak anders benoemd. Het is wel even interessant benoemen trouwens. Ik noemde net dat de Boeddha tegenwoordig de plek inneemt van de kabouter, van de tuinkabouter. Mm-hmm. Een deel van de Boeddha-beelden in de stad Mathura is ontstaan vanuit de yakshas. En yakshas waren een soort lokale geesten. En die hadden dezelfde functie als onze kabouters. Die bewaakten een terrein. Kun je in de iconografie nog zien dat de oude beelden van de yakshas en de beelden van de Boeddha's en Bodhisattvas heel erg op elkaar lijken. En daarmee zie je dus eigenlijk dat het Boeddha-beeld in die school althans voortgekomen is uit de kabouterbeelden. Mm-hmm. En dan keert de Boeddha terug op de plek van de tuinkabouter hier. Mm. Dus de cirkel is weer mooi rond. Ja. Dat zie je eigenlijk gebeuren. Ja. Cool. Ja.
Ik ben nog ook erg benieuwd naar de connectie tussen nazisme, Oosterse filosofie en die switch waarin heel veel dingen die door nazi's opgepakt zijn, vegetarisme, zen-boeddhisme is dat? Ja, nou, vegetarisme, met name Tibetaans boeddhisme. Tibetaans boeddhisme, dat op een gegeven moment van rechts naar links verschoven is. Ja, hoe dat toch gegaan is. Hè? Dat is nog niet zo heel simpel, maar kijk, dat nazisme... Was ik heel erg bezig met bloed en bodem. Mm-hmm. He, je moest puur zijn. Je moest ook eten waar je vandaan kwam. Mm-hmm. Je was een lokaal eten. Dus. Lokaal eten. Je was een zoon of dochter van de lokale bodem. Mm-hmm. Het gekke was alleen dat het voor de Joden niet gold. Mm-hmm. Die konden generaties lang in Duitsland wonen, maar dat telde het niet voor. Want die waren fundamenteel niet in orde. Dus daar klopt geen hout van die ideologie. Ja. Bovendien blijkt er ook helemaal geen natiegenen te bestaan. Zo dat pure Arische gedoe. Dat was ideologie. Maar de oude theosofie en meer esoterische richtingen hadden wel rassentheorieën. Ze hadden rassentheorieën over zoveelste wortelras, zoveel Atlantische ras. Blavatsky had hele rassentheorieën. Over iemand als Frederik van Ede, de arts Frederik van Ede, die had dat ook. Die hing ook bepaalde rassentheorieën aan. Dat was natuurlijk voor de Tweede Wereldoorlog. Het is ernstig als je het na de Tweede Wereldoorlog nog doet. Voor de Tweede Wereldoorlog ook al. Maar ik geloof ook nooit dat Blavatsky de bedoeling had dat die mensen ook vermoord zouden worden. Mm. Dat is heel wat anders. Maar om de een of andere reden was toen de tijd een zuiver milieu, zuivere genen, zuiverheid. Hè, dat zat heel erg in de rechtse nazihoek. Mm-hmm. Maar ja, nazisme werd in die tijd ook door sommige mensen beschouwd als het hebben van goede smaak. Hè. Daar kun je je nou niets meer bij voorstellen. Het hebben van goede smaak. Ja, goede smaak werd met nazisme verbonden. Er waren heel wat mensen die dat heel spiritueel vonden, nazisme. Zelfs na de Tweede Wereldoorlog had je een Franse vrouw, ze noemde zich Savitri Devi. Zij is naar India gegaan, in India getrouwd. En heeft zelfs, hoe noemt ze het ook weer, esoterisch nazisme ontwikkeld na de Tweede Wereldoorlog. Hè? En beschouwde Hitler als de negende incarnatie van de god Vishnu. Ja, het is wat hoor. Maxime Portias heette ze van oorsprong, zoiets. Mm. Het is er allemaal, het doet zich allemaal voor. Ja. Maar het zat dus heel erg in die rechtse hoek. Je moest zuiver zijn van genen. Je moest zuiver zijn van voedsel. Dus er moest een zekere harmonie zijn tussen jou en jouw omgeving. Mm. En die harmonie zat toen heel erg in rechtse hoek. Terwijl de linkse hoek veel meer bezig was met de heffing van de arbeider. De zware industrie, et cetera. En na verloop van tijd is die greening veel meer de kant op gegaan van de linkse politiek. Die is veel meer in die hoek gekomen. Terwijl als je kijkt naar de communistische partijen, het communisme begin 20e eeuw, ja, dat was niet erg bezig met milieu, et cetera. Dat was bezig met menselijke ellende. Ja. En misschien dat het ook met de toename van de welvaart te maken heeft, want milieubeleid, laten we reëel zijn, is heel duidelijk iets waar mensen zich pas druk over gaan maken als de welvaart toeneemt. Dat is erg genoeg, maar het is wel zo. Ja. Nou, als de welvaart toeneemt, dan zie je dat die verheffing van de arbeid. Ja, het probleem is ook gegroeid door de groei van welvaart. Door de groei van welvaart, ja. En die groei van welvaart zit tegenwoordig met name, wie veroorzaken die welvaart? Dat zijn met name de hele grote industriëlen, et cetera. Mm-hmm. Die hebben die welvaart met zich meegebracht, maar intussen het milieu is er helemaal aangegaan. Ja. Maar nu zit dat veel meer in die linkse hoek. Zij dat je nu ook wel weer een soort terugkeer krijgt van dat iedereen erover begint. Maar het is ook een beetje een hype op het moment, want het was in feite al decennia zo natuurlijk. Mm-hmm. Club van Rome is lang geleden. Mm-hmm. Dat was al tijden bekend. Jongens, dit kan zo niet. Ja, we gaan gewoon door. Het is allemaal niet waar. Nou, je ziet wat er van komt. Maar een hele rare verschuiving. Gekke dingen zijn natuurlijk gebeurd onder de nazi's. De nazi's zijn ook naar Tibet geweest om daar de oude nazi-schatten te vinden. De oude nazi-schatten? Ja. Komt dat terug? Is dat hetzelfde als die krachtplekken binnen de theosofie? Ja, of? Ja, vergelijkbaar. De Indiana Jones films. Die gaan op echte dingen terug. Indiana Jones gaat terug. Vandaar dat er altijd de bad guys nazi's zijn. Nazi's. Die kwam je daar inderdaad tegen. Ja, ja, ja. Heinrich Harre van Seven Years in Tibet. 7 jaren in Tibet. Ja. Later gefilmd met Brad Pitt in de hoofdrol. Ja. Nou, die was zogenaamd in Nepal om de berg Nanga Parbat te beklimmen. Ja. Maar dat was niet waar. Hij was daar om nazi-schatten te onderzoeken. Mm. Om te kijken of er geen nazi-schatten in Tibet waren. En wat zijn nazi-schatten? De Holy Grail. Die natuurlijk eigenlijk bij Europa zou horen, die zou in Tibet zijn beland. De Ark des Verbonds, want die was dan weliswaar oorspronkelijk bij het Joodse volk beland, maar die was eigenlijk van de nazi's, daar waar de Joden hem kwijtgeraakt. Of nee, van de, niet van de nazi's, van de In-Europeanen was het idee.
De speer waar Christus mee was doodgestoken. Ah ja. En ook een nazi-boeddha. Er was een boeddha-beeld wat daar zou zijn. Is dat zijn. Dan zo'n nazi met zo'n snorretje? Nou, nog of net, boeddha nog, met ja, zo'n... zoiets. En zo'n vet. Hij had wel een swastika op de borst. Dat dan weer een linksdraaiende swastika. Aan de andere kant van de nazi's. Maar goed. Het beeld is ook gevonden. Het is waarschijnlijk nep. Gemaakt van een meteoriet. Het ziet er een beetje Tibetaans-boeddhistisch uit. Maar toch ook niet echt. Maar men was daar echt mee bezig. En het idee was ook, dat was het idee van de theosofen, dat de Mahatmas, dus die grote hoge zielen waar Blavatsky contact mee had, die hadden blauwe ogen en blond haar. Dus rassenmerkmalen, hè? Die zaten daar. En die Mahatmas werden met rust gelaten door de Tibetanen, want die waren primitief genoeg om die mensen met rust te laten, maar ook agressief genoeg om alle buitenstaanders buiten te houden. Mm. En nazi's zijn zelfs met metingen bezig geweest om te kijken of Tibetanen niet bij nader inzien toch Ariërs waren. Mm. Of die geen Arische formaten hadden. Dat viel tegen, hadden ze niet. Maar ja, er was het idee dat, er dus, dat daar dus dat geheime genootschap zat in Shambhala. Het Thule-genootschap heeft ook bestaan. Thule-gemeenschap. Die dacht dat het in het noorden was. Je moest naar het noorden kijken. En die projecteerde... Noorden bedoel je Scandinavië? Ja, daar. Ja. En de Noordpool zelf, die projecteerde het ideale rijk in het noorden. Zodra ik over nazi ga praten, begint mijn neus te kriebelen. Maar omdat het snorretje natuurlijk wat... maar die dacht dus dat hij in het noorden, het Thule-genootschap, die projecteerde op het noorden. En die hadden dus de overtuiging dat de Mahatma's daar zaten, onder het Noordpool-ijs, bij wijze van spreken. Die waren daarmee bezig. Geheime rijken, waar de geheime krachten, de geheime krachtplekken zouden zijn, waar ook de grote schatten zouden zitten. En de hoge naties hadden daar contact mee, naar eigen zeggen. Mm. Dus wat dat betreft, er is een hele nazi-spiritualiteit. Mm. Het klinkt heel wrang om het te zeggen, maar dat was er. En ik ben er ook van overtuigd, had Hitler de oorlog gewonnen, we hadden een heel ander beeld van de geschiedenis gehad, hoor. Want overwinnaars schrijven de geschiedenis. Geschiedenis is een bril die je opzet. Ja. Maar we hadden een heel ander beeld van de geschiedenis gehad. Andere kapsels hadden we ook gehad. Oh ja, zeker. En, zit er aan de grondslag van de nazi zoektocht naar die krachtplekken en onze huidige romantisering van zen-boeddhisme en yoga en al dat oosterse oude shit, zit daar dezelfde fundamentele romantische illusie? Ja, ik denk dat je die connectie best mag maken. Een romantiek dat het vroeger beter was. Mm-hmm. Dat er andere plekken zijn. Het is andere plekken in tijd en in ruimte. Waar het eigenlijk puurder en beter is. En het gekke wat je zo ook ziet. Dat vegetarisme, veganisme. De nazi's ook. Je ziet nu dus veganisten. Op veganistische Birkenstock sandalen lopen. Met het kurken voetbed. Nou, die Birkenstock sandalen zijn ontwikkeld als footwear voor de nazi's. Mm. Weleda. Dat is een natuurgeneeslijn. Nazi origin. Dat is heel contrastrijk als je dat ziet. Ik wil daarmee de drager van de Birkenstock sandaal niet veroordelen. Van, dat gaat allemaal zo simpel. Maar ik draag ze niet, hoor. Maar de nazi's hebben gewoon heel veel werk gelegd. Werk gedaan. Wat het grond is geweest voor heel veel... niet spirituele, maar in ieder geval... Die natuurachtige dingen. En daarmee zijn die natuurmensen nu geen nazi's. Dat is niet zo. Maar het is wel zo. Ja, daar zat een vergelijkbare basis in. En die basis was eigenlijk iets wat heel erg sprak van een goede manier van staan in de samenleving, in de cultuur. Want ik moet er ook bij zeggen, mensen als Frederik van Ede, die dus een rassentheorie had, Henriette Ronald Holst bijvoorbeeld, dat waren ook mensen die tegelijk bezig waren met de verheffing van de arbeider. Hmm. De woodbrokers in de Achterhoek. Dat is een centrum, nu is dat veel minder bekend. Maar daar werden vroeger arbeidersgezinnen naartoe gehaald. De kinderen werden bezig gehouden. Mensen werden gestimuleerd met kunst bezig zijn, met schilderen, met muziek, et cetera. Dat werd gedaan voor de verheffing van het proletariaat, van de arbeider. Dus daar zat ook een hele... een hele ideële gedachte achter, terwijl tegelijkertijd van Ede die rassentheorie had. Hmm. Maar de huisjes die daar staan, zijn gebouwd met de erfenis van Roland Holst en zo. Dat is heel contrastrijk, hè? Hoe dat allemaal toch door elkaar gelopen heeft in die tijd.
Zou je zeggen dat naties zich heel goed zouden kunnen vinden in New Age spiritualiteit? Ik ben bang van wel. Ja. In bepaalde vormen daarvan wel, ja. Dat is raar, want dat idee heb je natuurlijk van nazisme niet. Dat verhaal krijg je natuurlijk ook nooit mee, maar dat blijkbaar een heel fundamentele, spirituele idee en drang naar harmonie, binnen, ook bij de naties. Ja. En dat soort woorden zullen zij zich ook wel gebruikt hebben. Oh ja, zeker. En dat is ook heel erg het idee van men is, of men denkt hoe men eruit ziet. Mm. En ook dat enorme vertrouwen weer op intuïtie. Je hoefde niet aan te tonen dat een Jood anders was dan jij. Dat voelde je. En dat was genoeg. Mm. Scary. Dat is een hele andere kant van hoe men met intuïtie kan omgaan, dan wanneer nu mensen zeggen dat ze intuïtief iets aanvoelen. En wat is dan de positieve manier? De positieve tegenhanger daarvan? Dat weet ik niet precies eigenlijk, want ik vind intuïtie alleen maar weer een variatie van denken. Ik ervaar het verschil ook niet zo. Ja. Ik kan het een beetje moeilijk wat dat betreft verwoorden. Maar je hoort mensen zeggen, ja, maar intuïtief voelde ik ik voelde dat dit een goede beslissing was. Mm-hmm. Mensen maken beslissingen vaak gevoelsmatig. Mm-hmm. Ik weet van iemand die ooit mee op maakt een besluit en hebben daarna redenen waarom ze denken dat ze het besluit precies, komen. Daarna komt de overweging. Ja. Van wat, en dat moet je ook serieus nemen. Want soms kun je ook nog niet op dat moment bedenken, god, maar waarom vind ik dit nou eigenlijk? Mm-hmm. En dan komt er een reden. Dan komt er een reden van, god, dat is inderdaad waar. Daarom, ik bedoel, een keer dat we een collega moesten aanstellen hier, een hele goede kandidaat. En ik dacht, en toch klopt er iets niet. Toch, wat is dit nou toch? Waarom? Nou, een aantal andere, het was gelukkig een grote commissie. Ik was niet de enige die problemen had. En pas 2 dagen later bedenk je, wat was de reden dat ik dit nou niet zo'n geschikte persoon vond. Ik zie hem hier niet rondlopen. Ik zie hem hier niet functioneren. Mm. Ondanks alle kwalificaties. Ik denk, ja. Toen zei iemand later tegen mij, ja, als je dat gevoel hebt bij zo'n persoon, moet je dat serieus nemen, want het is niet zomaar. En ja, ik vind dat hele lastige ding, want je kunt iemand alle succes van de wereld. Ja. En serieus nemen betekent niet dat je het meteen accepteert, maar dat je waar er iets zit waar je in ieder geval moet articuleren. Dat is dat toch, ja. En wellicht door de articulatie kom je erachter dat het misschien toch iets goed is. Ik bedoel, ik heb altijd katten, ik ben eigenlijk op katten gesteld. En ik heb ooit bij een huisdierentijdschrift gewerkt en we kregen huilende mensen aan de telefoon. Mijn moeder heeft een Siamese van 12 en niemand wil die Siamese en zij moet naar een bejaardentehuis. Ja. Ik dacht toen, oké, als ik weer lang in Nederland ben, oude raskatten, die ga ik opvangen. En waarom nou raskatten? Er hoort vaak een speciaal gedrag bij. En als ze oud worden, komen de kosten aan. Ja. Dat is, die kan ik best betalen. Goed, ik ga oude raskatten opvangen. Ik had een keer een oude Birmaan. Heel leuk, wit poesje, blauwe oogjes en zo. Ik sta bij de bushalte om met die kat naar de dierenarts te gaan voor een injectie. Komt een mevrouw met een hond en die zegt, mag ik even kijken? Nou, die kijkt in het mandje. En dan verwacht je, ach, wat een leuke poes, wat is dat voor kat? Wat een schatje en zo, dat verwacht je. Wat zegt deze mevrouw? Ja, ik zie het al. De oogjes zijn niet blauw genoeg. Wat, denk je? Vieze Rost van Tonningen, wat is er met jou aan de hand, Flo? Wat krijgen we nou? Je moet even mijn kind te beoordelen. Evil creature. Vader retro satan, weet je wel. Dat denk je echt, hè? Ja. Mensen weten niks meer van eugenetica. Oh, dacht ik. Wow. Dat zei zij? Dat zei ze. Oh, shit. Dus mijn kat had een verkeerde rassenmerkwaarde. Wat voor hond had zij dan? Precies. Wat was een leuke hond op zich, maar blijven ook in nazi-ideologie grootgebracht. Ik weet het niet. Maar ik denk, wow, wat met mensen niet mag, doe je nou met dieren? Evil creature. Ja, goed. Zo'n term als eugenetica, dat die term valt. Dat zijn termen die Florrie Rost van Tonningen gebruikte. Hè? Dus de oude nazi, de zwarte weduwe. Hè? Dat was de weduwe van de oude Rost van Tonningen. Mm. Dus Rost van Tonningen was een van de topnazi's in Nederland. Die is geëxecuteerd na de oorlog. Maar Florrie heeft nog jaren die ideologieën uitgedragen. En ze is dus recent overleden, een aantal jaar terug. Nou ja, een jaar of 10 geleden denk ik of zo. Mm. Maar zij droeg die ideologieën nog steeds actief uit. En haar villa was een plek waar neonazi's bijeenkwamen. En zij sprak echt over eugenetica. Mm. En de ergste dingen waren rassenvermenging, weet je wel, dat soort zaken. Mm. Mensen moesten genetisch zuiver blijven. Maar eugenetica was niet alleen maar een project van nazi's, toch? De VS en veel meer voor. En communisme is het ook. Oh ja, dat gebeurde veel meer. Een van de bekendste Lebensborn-dochters. Mm. Ja, dus Lebensborn, dat was zo'n project waar nazi's bij elkaar gezet werden. Dus de zuivere Ariërs. Dus allemaal blond met blauwe ogen. Die moesten dan keurige natiekinderen krijgen. Ook blond met blauwe ogen. Die werden in principe gewoon gefokt. Die werden gefokt. Ja. De bekendste is Annefried van Abba.
Oké. Okay. Ja, Abba. ja, dat is een levensboomdochter. Dus die is uit zo'n experiment voortgekomen. En dat is haar wel eens nagedragen. Terwijl, daar kan dat meisje niks aan doen. Ja. Kan, dus is nou een vrouw, daar kan ze niks aan doen. Het had wel rood haar, dus er was toch iets misgegaan, zou je denken. Je zou het van de andere eerder gedacht hebben. Ja, Annefried, hè? En niet Agnetha, nee, Annefried, die was het. En ja, dat je denkt, daar kan zij toch niks aan doen, dat haar ouders die ideologie hadden. Wat is dit? Maar dat soort projecten waren er. Het creëren van de ideale mens. Nou ja, wat nu weer speelt rond het genetisch manipuleren. Mm. Ik bedoel, dat, als je een beetje de geschiedenis kent, denk je, ja, maar zijn we nou... Hallo, zijn we hetzelfde aan het doen als toen? Of is het vanuit een ander soort ideologie dat we in feite wel met hetzelfde resultaat komen? En wat je net vroeg van hoe de greening rechts zat en nu links geworden is, vertrekt zich hier een vergelijkbaar proces? Ja. Nou, daar zijn we nog niet uit hoor. Er is natuurlijk wel een groot verschil tussen de belofte van de genetische manipulatie en eugenetica, zoals geschiedkundig plaatsgevonden heeft. Ja. Omdat dat vooral verbonden was aan zuivere rassen creëren. Ja, maar bij belichaming werd ook gedachtegoed verbonden. Hè? Ja. Dus als je er zo uitzag, dan dacht je ook zo. Ja, ja, dus als je een pure ras creëerde, dan kreeg je ook puur mensen en een beter mens. Ja. En het is zo, als je raskatten bekijkt, waar ik dan... Ja, ik heb jaren bij een uitgeverij van allerlei beesten gewerkt. Dus ik heb van heel veel rasverenigingen te maken gehad, et cetera. Mm. Dus het is inderdaad waar dat een Jack Russell hond doet iets anders dan een Duitse herder. Mm. En dat heeft te maken met embodiment, maar ook met het karakter wat gefokt is. Dat zijn andere diertjes. Mm. Dat klopt, dat is zo. Of het bij mensen ook zo werkt, ja, nou, gedoe hoor. Mm. Wat een, ik wil eigenlijk helemaal niet zo aan denken, dit soort kwesties. Maar je komt veel mensen tegen die zo denken. Ja. Wat je wel met genetische manipulatie nog meer kan doen, is natuurlijk ziektes die uit individuele genen voortkomen. Over die kun je uitbannen. Die kun je uitbannen. Je kunt fantastisch voedsel organiseren. Dat kun je creëren. Waar dan tegelijkertijd weer het kritiek op is vanuit de greening, juist jouw dag, maar dat is heel kunstmatig. Ja, we leven kunstmatig. Ik bedoel, wij zijn, als een collega mij zegt, we zijn absoluut een aberratie. Een aberratie? Een aberratie zijn absoluut niet zoals ze bedoeld zijn. Ja. Ja. Zijn wij nou bedoeld om met dit soort kerstjasjes aan podcast te maken? Podcast op te nemen met een... wat is hier natuurlijk? Wat hier staat. Ik vind ons wel redelijk natuurlijk. Maar hoe is dat gegaan? En dat kom je weer op thema's als wat is natuur, wat is cultuur? Hoe verhouden die zich? Of is dit onze natuur? Uh-huh. Is wat wij cultuur noemen een variatie op natuur? He, een vraag die natuurlijk vaak speelt, onze taal bijvoorbeeld. He. Dieren hebben taal. Vogels zingen bepaalde dingen, kikkers kwaken bepaalde dingen. Dat is niet zomaar, daar hebben ze een betekenis bij. Uh-huh. Kunnen wij nou daadwerkelijk iets totaal anders dan dieren? Of kunnen we iets beter dan dieren? Nou, daar is men niet uit en ik ook niet. Ik weet dat merels, als je een merel uit Nederland in Italië loslaat, die praat een andere fluit, die verstaan elkaar niet. Ik weet ook dat dieren bepaalde geluiden maken die betekenis hebben. Als je in India komt en men wil je een tijger laten zien, dan rij je 's morgens vroeg het bos in. En dan letten de wildwachters op de geluiden die de pauwen en de herten en de apen maken. Want die dieren maken bepaalde geluiden, dat betekent groot gevaar in de buurt. Dat zijn wij dan niet, dat zijn tuigers of luipaarden. En inderdaad, na een tijdje kom je op een plek waar je sporen van een tijger kunt zien. Uh-huh. Ik heb zelf nooit een tijger in het wild zien, luipaarden wel, maar geen tijger. Maar dan weet je, ja, hij was hier. Dat klopt. Dus die herten, die maken die geluiden niet als er zo'n beest niet in de buurt is. Hmm. En wij kunnen natuurlijk gigantisch veel geluiden maken. Ook gigantisch veel soorten geluiden. Heel veel talen. Hmm. Kunnen van alles. Kunnen daar emoties mee overbrengen. Intenties, al dat soort zaken meer. Maar is dat nou iets wat we... We kunnen ook echt modellen van de werkelijkheid maken. Oh ja, we kunnen er gigantisch veel mee. Maar kunnen we nou iets gewoon oneindig veel beter... Mm-hmm. Of kunnen we daadwerkelijk iets heel anders? Ja, de vraag is het een gradueel verschil of een essentieel verschil? Essentieel verschil. Ja. Dat weten we niet. En de vraag om nog scherp te stellen is de taal die wij als mens hebben, is dat essentieel of gradueel? Ja. Dan heb je nog niet beantwoord, zijn we als mens essentieel of gradueel verschillend? Ja. Die kwesties, daar zijn we niet uit. Nee. Maar daar mogen filosofen hun tijd aardig mee doorbrengen. En ja, dat doen ze volgens mij ook wel. Ja, doen ze wel. Ja, gelukkig wel. Ja. Afsluitende woorden? Laat mensen toch doen waar ze gelukkig door worden. Uh-huh. Laat ze wel goed onderzoeken wat geluk is. Uh-huh. Accepteer ook
dat geluk niet is, iets is wat er altijd is. Mm-hmm. Dat je daaraan moet werken. Dat het ook wel eens periodes lang heel slecht kan gaan. Doe de dingen die andere wezens niet te veel schade toebrengen. En de justitie goed vindt. Mm-hmm. En één ding, wat ik heb een tijd terug in een radio-uitzending in België gezeten met Tom Hannes, een hele slimme zenleraar. Als het gaat om wat er gebeurt binnen religieuze groeperingen, betreft het misbruik, wat de laatste tijd weer enorm opspeelt, tenminste de aandacht daarvoor speelt nu op, het was er altijd, maar het speelt nu op, die geven het advies aan mensen in groeperingen. Durf jij aan je beste vrienden te vertellen wat er binnen jouw groepering gebeurt? Mm. Durf je dat niet, dan klopt er iets niet. Mm. En dat vond ik een heel wijs advies, dus dat geef ik graag door. Durf jij tegen je beste vrienden, tegen je broers en zussen, tegen je ouders te vertellen wat er binnen jouw religieuze groepering gebeurt? Of ideologisch, of yoga, weet ik wat ook allemaal, boeddhistische meditatie, wat er gebeurt. Wat de leraar met de leerlingen doet. Hmm. Durf je dat aan anderen te vertellen? Zodra er dingen gaan vallen, ja, maar dat is geen misbruik als initiatie. Ho, dan gaan er bij mij wel een paar toeters en bellen af. Een vriendin van mij heeft bij een boeddhistische groep gezeten. En die zegt dan vol overtuiging, ik weet niet of ik misbruikt ben. Dan denk ik, een lichte aarzeling maakt zich van mijn gemoed meester. Mm. Als jij echt niet misbruikt bent, dan durf je dat zo te zeggen. Mm. Maar wat ze dan waarschijnlijk bedoelt is, ja, maar wat een ander misbruik noemt, noem ik initiatie. Mm. En dan is er iets heel raars aan de hand. Ja, dan denk ik toch lousy. Hier is toch iets vreemds gaande. Ja. Wow. Oké. Jason, heb je nog wat vragen? Oh, een vraag? Ja. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Ook ogen geopend als het gaat om boeddhisme. Oké. Okay. Ik wist echt helemaal niks over eigenlijk. Alleen dat beeldjes en inderdaad dat je ook wel gegeven moet krijgen en zo. Ja. Voor de rest, heel interessant. Okay. Paul, dan wil ik je bedanken. Ja. Het was echt inderdaad super informatief. Graag grappig ook. Ja. Ja. En ja, super vet. Dankjewel. Oké. Okay. Ja. Nou, prachtig. Top. Ja. Dan zijn we bezig geweest. 2:06. Zo. Oh, nog niet zo heel lang. Toch weer rond 2:00 geweest. Ja, 2:00 is blijkbaar echt wel.